Welkom allemaal. Het gaat vandaag over economie. Dat is het centrale begrip. Alleen economie is wel een heel breed begrip. Economie heeft niks te maken met datgene wat je in je leerboekjes leert over economie. Dit is datgene wat ons allemaal aangaat. We maken allemaal deel uit van onze economie. Dus het betreft ons allemaal. Wat ik vandaag wil gaan uitleggen, welk spel wij spelen en bij welke spelregels wij dat doen. Economie is een samenvoeging van het begrippen oikos en nomos. Oikonomia, als ik het goed uitspreek. Oikos staat voor woning, gezin, samenleving. En dat is een ander begrip dan datgene wat wij hebben. Vroeger was een samenleving, dat was iets waar je met je gezin leefde, maar ook met je slaven, met je mensen die dienstbaar waren aan dat gezin. Die vormden een soort commune en dat was de oikos. Nomos, daar staan verschillende betekenissen voor. Vaak wordt verwezen naar wetgeving. Maar ik verwijs liever naar het woord weide. En dat met name het in bezit nemen van weiden. Vroeger als je dieren had in Griekenland, dan had je land nodig. Op een gegeven moment bracht je dieren naar dat land. En vervolgens stelde je, dit is van mij. Gewoon het in bezit nemen. Als je die twee samenkoppelt, dan is zeg maar je leefomgeving, je commune, is datgene wat je hebt en datgene wat je in bezit neemt. En dat is de basis van ons begrip economie. Stel ik. Economie is een spel van geven en nemen. Maar economie is ook een spel van geven en geven. Of nemen en geven. Of nemen en nemen. En dat ga ik even iets nader toelichten aan de hand van een schemaatje uit het boek van Bernard Litaar. Dit boek is geschreven in 1999. Het heet The Future of Money. En in dit boek beschrijft Bernard Litaar wat hij noemt een viertal scenario's waar wij als maatschappij uit zouden kunnen kiezen. Hij noemt dat zorgzame samenlevingen, duurzame voldoening, corporate millennium en hel op aarde. En dit schema op zich is een interessant schema. Wat hij stelt is de bovenkant van het schema. Die twee scenario's kunnen wij uitkiezen als zich geen financiële kracht voordoet. Nogmaals geschreven in 1999. In de tussentijd, tussen 1999 en nu, heeft zich een financiële kracht voorgedaan. En dat zou betekenen dat als wij uit deze scenario's zouden kunnen kiezen, alleen nog maar kunnen kiezen uit de onderste twee. Hel op aarde of zorgzame samenlevingen. Dan is de keuze aan ons. Je gaat of voor het een of voor het ander. Dan is de keuze denk ik relatief eenvoudig. Het linkergedeelte van dit schema is volgens hem gebaseerd op individualistische prioriteiten. Het rechtse gedeelte is dat niet. Je kunt ook vrij vertalen, het linkse gedeelte is zeg maar male dominated, is het mannelijke in ons of in onze maatschappij. Het rechtse is meer het vrouwelijke in de maatschappij. Meer het zorgzame en het duurzame, terwijl mannen meer op geld of op vechten gericht zijn. En in onze maatschappij kun je zien dat de hele maatschappij in feite wordt gekenmerkt door met name het linkergedeelte van dit schema. Het is of geld of vechten. Misschien ook vechten om geld. Toen ik dit schema zag, dacht ik, nou, het is op zich wel heel interessant, maar het is niet zo dat je als maatschappij zomaar kunt zeggen van, nou, weet je wat, wij kiezen voor een van deze scenario's. Dus als we hier zitten en zeggen, nou, laten we dat eens bepalen, we gaan dat nu doen. Zo gaat het niet werken volgens mij. Ik zag in dit schema iets heel anders en dat ga ik met jullie delen. Ik zag het schema namelijk op een heel andere manier. Ik zag niet vier scenario's, maar ik zag vier fasen die elkaar opvolgen. Oorspronkelijk waren er zorgzame samenlevingen. Zeg maar de kleine communes die zichzelf konden bedruipen, die in synergie leefden met de natuur. Die hun voedsel uit de natuur haalden, maar ook datgene wat ze deden, deelden met die natuur. En op enig moment kwamen deze samenlevingsvormen, deze communes, die kwamen erachter dat er nog soortgelijke communes op andere plekken ook bestonden. En ze gingen vervolgens contact leggen tussen elkaar. En het prettige daarvan was, stel deze commune had vlees, de andere had vis, dan kon je die ook nog gaan ruilen. Dan had je vlees en vis en zij hadden dat ook. En toen kwamen mensen op enig moment op het idee dat dat eigenlijk een heel domme manier is om economie te bedrijven. Want als je nou de eerstvolgende keer naar het andere dorp gaat en je neemt knuppels mee, dan sla je daar een paar mensen het hoofd in en dan heb je vlees en vis. Hoef je niks meer te ruilen, dat is allemaal van jou. Dan ga je dus annexeren, dan ga je in bezit nemen. Maar oorspronkelijk, die zorgzame samenlevingen, dat was een samenleving van geven en geven. Toen eenmaal zeg maar, het principe van annexatie doorging en continu gevochten werd om grond en om bezit, heeft dat wellicht een aantal eeuwen of langer geduurd. Er kwamen mensen tot het gevoel, dit kan op die manier niet meer. We zijn continu in oorlog. Denk maar aan de vroege middeleeuwen. Het ging continu om bezit, het ging continu om oorlog. Je sloeg iemand zijn kop in en vervolgens was datgene wat van hem was daarna van jou.
En op een gegeven moment kwam de bevolking in opstand en toen ontstond de Franse Revolutie. Toen zei het volk tot hier en niet verder. En toen kwamen er nieuwe modellen. En toen kwam er een duurzame voldoening. Toen gingen wij beseffen dat onze maatschappij anders moest worden ingericht, zowel economisch als ook juridisch, als ook politiek. En wij gingen mensen kiezen die ons konden vertegenwoordigen om namens ons ons belang te dienen. En dat ging een hele tijd lang goed. Totdat die mensen op enig moment de rollen gingen omdraaien. Het woord minister, even als voorbeeld, komt van ministre of minor, minor. En een minor is een ondergeschikte, iemand die dienstbaar is aan iemand anders. Onze minister heet excellentie. Volgens mij is dat het omkeren van het begrip. Wij moeten u zeggen tegen een minister, terwijl eigenlijk de minister dienstbaar zou moeten zijn aan ons. Maar het hele stelsel is weer omgeklapt en we zaten op enig moment in een situatie dat men zei, ja, tot hier en niet verder. En toen kwam er weer puin, dat heette de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En vervolgens ging duurzame voldoening over in corporate millennium. Want er kwamen heel grote bedrijven, de grote corporates, de multinationale ondernemingen, de organisaties die wereldwijd actief waren. En waar de eerste fase werd gekenmerkt door annexatie, werd de tweede fase gekenmerkt door kolonisatie. En de derde fase, corporate millennium, werd gekenmerkt of wordt gekenmerkt door globalisatie. Of eigenlijk globalisation of mondialisatie. Maar in feite is dat allemaal meer van hetzelfde. Gewoon pakken wat niet van jou is en wel de rechten daarop claimen. Als een ander daar moeilijk over doet, ga je oorlog voeren, is het toch van jou. Het is allemaal hetzelfde begrip. Annexatie, kolonisatie of globalisatie. We doen dus steeds hetzelfde. L'histoire se répète, alleen op een heel andere manier. En we zitten nu tegen die vierde fase aan. Want we komen weer tot de conclusie dat datgene wat op dit moment is ontwikkeld, niet goed is. En er gaat iets gebeuren. Maar de vraag is wat? De vraag is, komt er oorlog, komt er hel op aarde? Of hebben we de keuze aan ons om te kiezen tussen hel op aarde en zorgzame samenlevingen? Dat is de keuze aan u. Zeker ook aan mij. Ik kom hier straks nog op een andere manier even op terug. We praten over het spel en de spelregels. In eerste instantie bestaat het spel uit samenleven. We praten over, zeg maar, de manier waarop je samen kunt leven, of dat nou een kleine commune of een grote commune is, of dat nou een land is, of dat is een planeet. Wij leven met z'n allen samen. En dat is eigenlijk de kern van onze economie. En als kind leer je dat, je doet spelletjes onderling, je neemt dat van de een, of je geeft dat aan de ander, of de een pikt het en de ander huilt. Maar hoe dan ook, je bent onderling in relatie en als je dat heel goed doet, is het een kwestie van geven en geven, niet een kwestie van geven en nemen. Of nemen en nemen, wat nog erger is. Maar kindertjes hebben dat vaak wel begrepen en kunnen op een heel praktische manier, zeg maar, hun bezit delen, hun interesses delen, hun ontwikkeling delen. En als je wat ouder wordt, dan geef je daar een wat andere invulling aan, dan doe je dat meer zo. Dan zeg je, ik krijg mijn zin niet, dus ik sla erop los. Want dat is toch blijkbaar in de menselijke karakter, in het menselijke karakter verweven. Als ik mijn zin niet krijg, dan haal ik het wel. Dit is in ieder geval het spel. Wat zijn de spelregels? Ik heb de spelregels onderverdeeld in spelregels voor beginners, voor gevorderden en voor experts. We beginnen uiteraard met de spelregels voor beginners. De spelregels voor beginners zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten, onder andere de Bijbel. In het Oude Testament is bepaald, en ik citeer even gemakshalve, dat mensen heerschappij hebben over de vissen, het gevogelte, het vee en over de gehele aarde. Dat staat in het Oude Testament. En dit kun je op twee manieren interpreteren. Je kunt hierbij stellen dat als je heerschappij hebt over, zeg maar, alles wat op deze planeet zich bevindt, dat je daar verantwoordelijk voor bent en dat je daar op een verantwoorde manier mee om moet gaan. Maar je kunt ook zeggen, we hebben de heerschappij over de vissen, het gevogelte enzovoorts. En dus is het van ons en dus mogen wij ermee doen wat we willen. Dat zijn twee volstrekt verschillende methodes. Alleen wij hebben blijkbaar in onze maatschappij geopteerd voor de tweede. Het is van ons, dus we mogen ermee doen wat we willen. Wij mogen deze planeet ontbossen, wij mogen de zeeën, de lucht, alles vervuilen, ook de grond. Want dat is toch van ons, dus wij zijn heerser en wij mogen dat. Dat is een heel principiële vraag. Maar een gedeelte van onze samenleving, een gedeelte van de mensen op deze planeet, werkt wel volgens dit principe, volgens deze tekst, volgens dit boek. En ontlenen al hun waarheden aan dat boek. Alleen het vervelende is dat je deze waarheden deels kunt interpreteren, positief of negatief. Het tweede wat economisch uitermate belangrijk is, zijn de geschriften van Darwin en met name het boek On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life.
kortweg, vaak aangeduid als the origin of species. De begrippen die hierin voorkomen, favorite races and struggle of life, dat zijn begrippen die niet alleen in zijn boek een belangrijke rol hebben gespeeld, maar met name in de economie een belangrijke rol hebben gespeeld. Want heel veel economen hebben deze begrippen gebruikt in hun economische theorieën om duidelijk te maken dat er op deze aarde verschillende rassen zijn. Dat er ook één favorite race is, dat zijn wij. Dat betekent als wij favorite zijn, zijn die andere rassen dat duidelijk niet. Als wij favorite zijn en die anderen niet, staan wij dus feitelijk boven die anderen. En mogen wij dus die anderen onze wil opleggen. Want wij zijn de favorite race. En we doen dat alles in het kenmerk, of het uitgangspunt, the struggle for life. En the struggle for life betekent dus dat wij in competitie zijn, het Engelse woord voor concurrentie, in competition, met andere mensen op dezezelfde planeet. Het is een continue concurrentiestrijd en het hele begrip concurrentie of competition in het economisch jargon is gebaseerd op dit soort wetenschappelijke uitgangspunten. Maar de vraag is of je continu in competition moet zijn. To be in competition betekent eigenlijk dat je een continue strijd voert. Het derde waar onze economie op gebaseerd is, zijn allerlei wetenschappelijke beschouwingen over economie. Sommige heel specifiek, andere vrij algemeen. Maar waarbij in ieder geval het uitgangspunt geldt dat een economische theorie een wetenschap is die de mens bestudeert in zijn streven zijn behoeften te bevredigen met schaarse middelen. En dat laatste is met name uitermate interessant, want het gaat even hier om die schaarse middelen. Wij leven op een planeet waar bepaalde middelen schaars zijn, die we dus met z'n allen zouden moeten delen. Alleen wij zijn niet geneigd om te delen, want we zijn heerser over de aarde. En we zijn de favorite race, dus het is allemaal van ons en wij kunnen ermee doen wat we willen. En als het schaars is het van ons en niet van een ander. En dus zijn we in een continue concurrentiestrijd, want wij willen het hebben, punt. En dat bepaalt, de combinatie van deze uitgangspunten bepaalt de manier waarop onze economie is ingericht, bepaalt de concepten die eraan ten grondslag ligt en bepaalt de modellen die daarop gebaseerd zijn. Toen gebeurde er iets heel specifieks in de jaren 50, eind jaren 50, begin jaren 60. Kwamen er nieuwe modellen van de University of Chicago, ook wel de Chicago School of Economics genoemd, waar onder andere Milton Friedman als belangrijke professor, later een Nobelprijswinnaar, zijn sporen heeft verdiend. En wat zij hebben gedaan, ze hebben modellen ontwikkeld gebaseerd op natuurlijke wetten, natuurwetten. Zij stelden dat een economie zich verhoudt als een natuurwetenschap. En wat zij stelden is dat de natuur altijd streeft naar evenwicht. En dat dus een economie ook altijd streeft naar evenwicht. En wat zij stelde is, als een economie continu streeft naar evenwicht, dus als een natuurlijk mechanisme, dat die economie dus niet beïnvloed moet worden van buitenaf, zeker niet door politici. Want op het moment dat je die economie gaat beïnvloeden, breng je hem uit een evenwichtssituatie. Dat is heel ineffectief. Maar daarnaast ook heel inefficiënt, want die economie zal toch weer gaan streven naar die oorspronkelijke evenwichtssituatie. Dus wat je doet is hem tijdelijk uit een evenwicht brengen, om daarna te zien dat die economie toch weer naar dat evenwicht toe zal streven. Dus wat je doet is ineffectief en inefficiënt. Met andere woorden, overheden, blijf met je vingers af van deze economie, want die economie is een natuurwetenschap en die werkt op basis van natuurwetten. En wat zij hebben gedaan, ze hebben modellen ontwikkeld. Ze hebben aangetoond dat menselijk gedrag, vergelijkbaar is het met het gedrag van gas- of watermoleculen. Dat klinkt op zich heel vreemd, maar wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan is een gascontainer genomen. Als je een gascontainer neemt bij een constante temperatuur, is de verdeling van de gasmoleculen in de container is gelijkmatig. En vervolgens, als je die container op een bepaalde plek gaat verwarmen, krijg je heel andere concentraties van gasmoleculen. En dit soort modellen hebben zij vervat in wetenschappelijke wiskundige modellen, mathematical economics. En vervolgens hebben ze aangetoond dat als je een economie op een bepaalde plaats gaat verwarmen, dat dat op een andere plek effecten gaat krijgen. En dat hadden zij van tevoren op basis van hun modellen voorspeld. En die voorspellingen kwamen wonderwel nagenoeg altijd volledig uit. En dan heb je een basis om aan te tonen dat je met wetenschappelijke, wiskundige modellen niet alleen een economie kunt verklaren, maar ook kunt voorspellen. Dat is precies wat economen willen. En als je voorspellingen ook nog aantoonbaar uitkomen, dan heb je dus iets in handen waarmee je andere mensen kunt overtuigen dat deze economie daadwerkelijk gebaseerd is op natuurwetenschappen, of natuurwetten,
En dat je dus die economie niet moet, maar ook niet kunt beïnvloeden, want uiteindelijk streeft die toch naar dat natuurlijk evenwicht. Er zijn heel veel boeken geschreven over mathematical economics. Er zijn ook heel veel boeken geschreven over evenwichten, equilibria. En uiteindelijk was een hele adagium was laissez-faire. Met andere woorden, blijf met je vingers van die economie af. Laat die economie op zijn beloop. Want dan komt het per definitie goed, want die economie streeft wel naar dat evenwicht. Ze hebben geprobeerd om in Amerika de Amerikaanse regering te overtuigen van hun denkbeelden en dit in te voeren in de Amerikaanse economie, in het Amerikaanse politieke stelsel. Dat is in eerste instantie mislukt. Het is uiteindelijk wel gelukt nadat in Engeland Margaret Thatcher aan het bewind kwam, op het moment dat de Engelse economie nagenoeg plat lag. In Engeland wilde men principieel niet, en met name onder druk van de vakbonden, wilde men niet automatiseren. Terwijl de Japanse economie, die op dat moment wereldwijd de grootste economie was, dat wel deed. Dus de Japanners gingen sterk automatiseren, gingen hun processen automatiseren, gingen hun hele auto-industrie automatiseren. Terwijl in Engeland werd gezegd, een goede auto is altijd met de hand gemaakt. Zie Rolls-Royce. Uiteindelijk heeft Engeland die concurrentiestrijd met Japan niet kunnen winnen. De Engelse economie die ging gaandeweg onderuit. En die lag, om het even heel populair te zeggen, op enig moment bijna op zijn gat. En toen kwam Margaret Thatcher als Iron Lady. En zij heeft de denkbeelden van de Universiteit van Chicago omarmd en heeft gezegd, dit is het model, dit is het concept wat wij in Engeland gaan toepassen. En zij heeft de macht van de vakbonden gebroken en zij heeft met name de ondernemingen in staat gesteld om op basis van laissez-faire met deregulering en vrije markteconomie, om op basis van dat soort concepten, die ondernemingen hun gang te laten gaan en te laten investeren en ontwikkelen, maar ook internationaliseren. Niet lang na haar aantreden werd Ronald Reagan benoemd tot president van Amerika. En ook hij heeft daarna de modellen van de Chicago School overgenomen en heeft in samenspraak en in overleg met Margaret Thatcher een soort bondgenootschap gevormd waarbij de Anglo-Saxische landen met name dit soort modellen zijn gaan invoeren in hun economie, ook in hun politiek. En dat ging heel erg goed, want wat gebeurde er? Er kwam dus een grote mate van deregulering, een vrije markteconomie en het hele principe van een min of meer stabiele economie ging om naar economy of growth. We gaan groeien. The sky is the limit. Money, making money, time is money. Allemaal dit soort begrippen zijn in die periode ontstaan, want er moest vaart worden gegeven aan die economie en die economie zou moeten groeien. En het frappante was, door toepassing van de modellen van de Chicago School gingen deze economieën ook groeien. Want bedrijven voelden geen weerstand meer vanuit een politieke hoek. Bedrijven gingen expanderen, gingen investeren, gingen internationaliseren, werden steeds groter, werden steeds machtiger, werden de echte multinationals van deze aarde. In het kielzog van die ondernemingen ontstond een vraagstuk naar A, kapitaal. Want als je wilt investeren en groeien en overnemen, dan heb je daarvoor kapitaal nodig. Dus de hele financiële sector die groeide eigenlijk mee met de hele ontwikkeling. En door het internationaliseren van al die grote organisaties ontstond er een gigantische vraag naar valutaproducten. Dus financiële instrumenten, maar dan specifiek gericht op valuta's. En ook de banken hebben die producten daarna ontwikkeld en in de markt gezet. En dat werd booming business. Dus niet alleen die multinationale ondernemingen groeiden, maar ook met name de hele financiële sector groeide. En deze bedrijven werden dermate groot en dermate machtig dat het grotendeel, of zal ik zeggen, een groot deel, laat ik het zo stellen, van deze organisaties economisch gezien machtiger zijn dan staten of landen. Ik weet niet precies wanneer dit was, maar ik denk ergens 2005 of 2006 waren van de 100 grootste economieën ter wereld waren 51 multinationals. Dus dat was inderdaad een goede zet. The sky is the limit. We zijn toegekomen aan de spelregels voor gevorderden. Want als je verder gaat kijken wat er gebeurt in dit hele spel, dan is het niet alleen dat de regels worden verminderd, dat je zegt, nou, we maken in feite de weg vrij voor deze ontwikkeling. Maar op het moment dat die ontwikkeling ontstaat, ga je nog iets anders doen. Je gaat namelijk tijdens het spel op diverse momenten de spelregels aanpassen om deze organisaties nog meer in staat te stellen hun doelen te realiseren. Wat hier staat zijn de 5 directe aanleidingen voor de kredietcrisis. Er zijn de eerste 2, dat zijn met name witte wetten die de laatste periode, ik dacht zelfs de laatste maand van het presidentschap van Bill Clinton,
nog zijn goedgekeurd in Amerika. En dit zijn wetten die de bescherming die vanuit de 30 jaren bestond om de bancaire sector niet te machtig en te groot te laten worden, om die beschermingsmaatregelen onderuit te halen. Banken mochten voorheen, als je depositors had geplaatst bij een bank, mocht die bank wel leningen uitgeven, maar die bank mocht bijvoorbeeld geen financiële instrumenten of geen beleggingen plegen met de ingelegde deposito's. Dus er was een heel strikte scheiding tussen savings en loans banks aan de ene kant en aan de andere kant investment banks. Dat was een heel strikte scheiding, die was op een wet uit 1933 gebaseerd. En Bill Clinton heeft door deze wet, die splitsing ongedaan gemaakt, heeft het banken mogelijk gemaakt om te fuseren, om de savings en loans te combineren met investment banking, maar heeft daarnaast ook de mogelijkheid gemaakt voor banken om te kunnen fuseren met verzekeringsbedrijven. En dat heeft hij met name gedaan om de Amerikaanse banksector in de wereldeconomie een belangrijkere plaats te laten innemen en een betere concurrentiepositie. Wat hij daarnaast heeft gedaan, die Commodity Futures Modernization Act, hij heeft een gedeelte van de financiële instrumenten die onder toezicht staan van een Amerikaans orgaan, heeft hij gezegd, die gaan niet onder toezicht van dit orgaan staan, maar onder toezicht van de banken zelf. Dat is een garantie voor succes. Het derde zijn de International Financial Reporting Standards, daar kom ik zo meteen even op terug. Toen kwam George Bush, die heeft het Home Ownership Challenge Program ingevoerd. En dat was een programma wat uitging van de gedachte dat iedere Amerikaan, ongeacht ras, geloof, financiële positie, het recht zou moeten kunnen doen gelden op het hebben van een eigen woning. Dat was voorheen niet zo. Voorheen was wel volgens goed Amerikaans begrip iedere Amerikaan gelijk. Maar je had toch wel duidelijke onderscheiden, want er waren mensen die konden wel een woning kopen en er waren mensen, een groot aantal mensen die konden dat niet vanwege hun financiële positie of vanwege hun inkomen. George Bush heeft gedacht dat het belangrijk was dat iedere Amerikaan het recht zou moeten kunnen doen gelden op het hebben van een eigen woning. En in combinatie daarmee heeft de Amerikaanse Centrale Bank, of het stelsel van de Amerikaanse Centrale Banken, de rente structureel en stapsgewijs verlaagd tot een extreem laag percentage, zodanig dat banken in Amerika heel goedkoop geld konden inlenen, om het vervolgens uit te lenen aan mensen die een woning kochten. Vervolgens kwamen er allerlei mensen, dat waren voorheen glazenwassers en mensen die in restaurants in de bediening stonden, die werden opeens specialisten op het gebied van het verkopen van hypotheken of hypothecaire leningen. Die kregen een soort spoedcursus en die werden allemaal de markt ingestuurd van ga maar leningen verkopen. En mensen werden aangespoord om woningen te kopen. Zelfs mensen die zich dat niet konden permitteren. Maar er ontstond een booming business, want de prijs van huizen ging structureel en heel sterk omhoog. Dus ze hadden een heel sterk argument in hun hand. Je hebt weliswaar te weinig inkomen, maar dat is niet erg, want kijk eens hoe goedkoop je kunt lenen. En als je op termijn je verplichtingen niet kunt aankomen, is er niks aan de hand, want dan verkoop je huis met een grove winst, die betaalt je lening terug en moet je eens kijken, het werkt alleen maar in je voordeel. De hypotheken die zij konden krijgen, of de hypothecaire leningen, die werden zo gestructureerd dat ze de eerste 2 jaar nauwelijks rente betaalden en daarna ging het rentepercentage opeens sterk omhoog. Dus in de eerste instantie was er een heel lage drempel op te kopen en daar waar mensen toch huiverig waren om op termijn, zowel op termijn aan hun verplichtingen konden voldoen, werd dus inderdaad gesteld, dat is niet erg, want A, je gaat straks meer verdienen en als het toch niet lukt, verkoop je huis, want kijk eens wat voor winsten er worden gemaakt in die huizensector. Heel veel mensen hebben een huis gekocht. Het ergste geval waar ik van heb gelezen was een Texaanse textielarbeider met een maandinkomen van 1400 euro. Ik heb nooit begrepen of dat bruto of netto was. Die een hypotheek kreeg van $752.000. En hij, volgens mij kan ik een 12-jarige uitleggen dat dat niet gaat werken. Maar dit werd gewoon op dat moment gedaan. En dat was niet het enige geval. Het is wel het meest schrijnende geval wat ik ken. Maar zo werden er miljoenen en miljoenen hypothecaire leningen verhandeld. En toen ging die huizenprijs continu omhoog en toen kwam die op een gegeven moment op zijn top. En toen hadden we de zogenaamde housing bubble. En toen klapte het hele spel in elkaar en toen bleek het een kaartenhuis te zijn. Ik ga jullie uitleggen hoe dat werkt. Ik ga met name even inzoomen op de International Financial Reporting Standards. Die overigens een doorn in mijn oog zijn. Wat is er onder andere in deze International Financial Reporting Standards gebeurd? Of bepaald? Hier staat een definitie in van fair value. En fair value staat volgens goed Nederlandse vertaling voor reële waarde. Dus de reële waarde van een object, van iets.
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between informed and willing parties. Er staan nog wat tussenvormen in, maar dit is de essentie van de betreffende definitie. Fair value is het bedrag waarvoor een bezit, een object, kan worden verhandeld tussen twee geïnformeerde en, zeg maar, ongedwongen partijen. Dat is de definitie van fair value. Als je dit gaat terugbrengen naar zijn essentie, dan staat er het volgende. De fair value, of de waarde van iets, is gelijk aan het bedrag waarvoor het verhandeld kan worden. Het bedrag waarvoor iets verhandeld kan worden, is de prijs of de potentiële prijs. Dat is een interessante definitie, want hier staat nu feitelijk, waarde is gelijk aan prijs. Ik stel dat dat niet zo is. Ik stel dat ik wederom die 12-jarige kan uitleggen dat er een principieel verschil is tussen de waarde van iets en de prijs van iets. Als ik naar het station ga en ik steel een fiets, dan heeft die fiets misschien een waarde van 200 euro, maar ik verpats hem voor 50 euro. Dat wil nog steeds niks zeggen, die prijs, over de waarde van die fiets, want die is nog steeds 200 euro. Alleen de prijs is 50. Ik kan ook een huis hebben wat een ton waarde is, ik kan er voor 150 verkopen. Dat wil niet zeggen dat opeens de waarde gestegen is. Dat huis heeft nog steeds een waarde van 100. En ik heb er wel 150 voor gevangen. Er is een principieel verschil tussen de waarde van iets en de prijs van iets. Maar het fijne van deze definitie is dat dat gelijk wordt gesteld. Dat betekent dus, als je de prijs kunt beïnvloeden, kun je volgens deze definitie de waarde beïnvloeden. Ik zei net dat de vijf onderwerpen die ik benoemde, dat die directe aanleidingen waren in combinatie voor het ontstaan van de kredietcrisis. Ga ik jullie kortweg uitleggen hoe die kredietcrisis tot stand kwam en hoe dat functioneert. Gebaseerd op dit uitgangspunt, dat waarde gelijk is aan prijs. Stel voor, als die wil werken natuurlijk, stel voor we hebben een economie. En in die economie zijn twee partijen, mogen er ook 200, 2000, maakt niet uit zijn, zijn in ieder geval meer dan één partij, die vormen deze economie. En allebei hebben ze geld, in dit geval $1000. En één van beide partijen brengt in deze economie een zak aardappelen. Nu bestaat onze economie uit twee partijen, één zak aardappelen en $2000. Dat is de economie. Daar zetten we een kadertje omheen en we blijven even binnen deze economie kijken wat er gebeurt. Partij links zegt, deze aardappelen moet ik of wil ik verkopen voor $5. Dus hij plakt er een prijskaartje op van 5 en biedt vervolgens deze aardappelen aan partij 2. En partij 2 zegt, mooi, dat vind ik goed. Dus haalt $5 uit zijn zak en zegt, wij komen nu into a transaction en wij gaan verhandelen. Dus de zak aardappelen gaat naar rechts, het geld gaat naar links. Het fenomeen hierbij nu is dat deze economie nog precies even groot is. Het zijn nog steeds twee mensen, €2000, één zak aardappelen. Maar het bijkomend fenomeen is dat partij A nu $5 winst heeft gemaakt. Dus hij kan nu een winst tonen van $5. Partij 2 denkt, dat is interessant, dat kan ik ook. Ik zet nu een prijs van $10 op de zak aardappelen en ik bied hem aan partij A. En partij A zegt, nou, heb ik al $10 voor over. Dus ze komen weer een transactie overeen. De zak aardappelen verschuift, het geld verschuift. Als je nu gaat kijken naar deze economie, bestaat deze economie uit twee personen, $2000, één zak aardappelen. Alleen het fenomeen is dat ze nu allebei $5 winst hebben gemaakt. Dit kun je herhalen. Dus de prijs van de aardappelen gaat omhoog, er komt een nieuwe transactie en vervolgens heeft partij A $10 winst. Nou, dat kan partij B ook, dus het gaat voor $20. Nu hebben ze allebei $10 winst. Het frappante is, deze economie is nog steeds even groot. Twee mensen, €2000, één zak aardappelen. Maar nu zijn er twee partijen die allebei $10 winst hebben gemaakt. Dus denken deze partijen, dit kan veel beter. Uitkomst nu is dat ze allebei $250 winst hebben gemaakt. Terwijl nog steeds deze economie bestaat uit twee personen, $2000, één zak aardappelen. Maar ze kunnen een winst tonen van $250. En dat is precies wat die banken hebben gedaan. Banken hebben financiële instrumenten ontwikkeld. Zijn die, zeg maar, binnen hun eigen economie, de bankaire sector, gaan verhandelen tegen een steeds hogere prijs. En omdat ze een steeds hogere prijs aan hun artikelen gingen hangen, betekent dat de waarde van deze artikelen op hun balans ook steeds omhoog ging, volgens de definitie die in de International Financial Reporting Standard staat, namelijk dat fair value gelijk is aan die amount tegen die je het verhandelt of kunt verhandelen.
Dat betekent dus dat als heel veel banken vergelijkbare producten op hun balans hebben staan, en dat is één transactie tegen een hogere prijs, mogen al die banken hun producten waarderen op die hogere prijs, want dat is de prijs waar tegen dit product kan worden verhandeld. Nou, dan kun je dus mega winsten maken. Dat hebben die banken ook gedaan. Dus die banken zijn onderling hun producten gaan verhandelen, hebben mega winsten getoond en de buitenwereld keek en dacht, wow! En de buitenwereld dacht, dat willen wij ook. En de banken zeiden, nee, dat is ons spel. Dus die bleven dat spel doorspelen en die hadden per kwartaal miljarden en miljarden en miljarden winsten door het feit dat ze de producten bleven verhandelen tegen een steeds hogere prijs en dus tegen een steeds hogere waarde op hun balans zetten tegen, aan de andere kant, een steeds hogere winst op hun balans. En de buitenwereld keek toe en dacht nog steeds, wow. En uiteindelijk hebben die banken een heel slimme zet gemaakt, want die hebben gezegd van kijk, oké, wil jij nu meedoen, dan kun jij deze zak aardappelen kopen voor $500. En toen ontstond het nieuwe begrip, the real economy. Want wat gebeurde er? Die zak aardappelen ging naar de real economy en vanuit de real economy kwam het geld in de bancaire sector. En nu hadden ze opeens allebei $250 winst. Maar ze hadden ook allebei $1,250 in hun zak. Dus deze economie is nu gegroeid. Die andere economie, die is niet, die heeft geen verlies gehad, want die hebben iets gekocht met een waarde van $500. Namelijk een zak aardappelen met een waarde van $500, want dat is het prijskaartje wat eraan hing. En toen bleek in de real economy dat die zak aardappelen misschien maar $5 waard was. En toen moest het verlies worden genomen. En toen hadden we met z'n allen een probleem. Want toen was de crisis in de bankaire sector overgeslagen op de real economy en toen hadden we opeens een economische crisis. Dat was de crisis waar wij mee geconfronteerd waren en nog steeds worden. Dan komen er een aantal hoorzittingen in Amerika. Dan wordt onder andere aan ratingbureaus, maar ook aan de zogenoemde CEO's, de topmensen vanuit de bankaire sector, wordt gevraagd van hoe kan dit nou en wat hebben jullie gedaan en waarom hebben jullie dit gedaan? En toen werd op enig moment de opmerking gemaakt tegen Lloyd Blankfein, dat is de voorzitter van Goldman Sachs, dat de mensen die op Wall Street werkten toch allemaal heel slimme mensen waren. Waarop Lloyd antwoordde, we're not that smart. En dat is een heel slimme uitspraak. Want als je wel had erkend dat je heel slim was, dan had dat dus betekend dat je met de slimmigheid, met je intellect, dit hele spel hebt opgezet om er uiteindelijk beter van te worden. Maar nu zei hij, ja, wij waren ook niet zo slim. En dommigheid is niet verwijtbaar. Nu moet je natuurlijk, als je dit soort uitspraken doet, moet je daar wel een heel serieus gezicht bij trekken. Dus dat deed hij ook. Maar als je kijkt achter dat stukje façade hoe hij er echt over dacht, dan was dat als volgt. Toen bleek opeens in 2008 dat economische modellen niet meer kloppen. Dat was een uitspraak van zogenoemde top-economen. Ik heb het straks ook al aangegeven, ik weet nooit precies wat dat is. Een top-econoom, ik weet het verschil tussen een sporter en een topsporter. Maar ik ken niet het verschil tussen een econoom en een top-econoom. Of een ambtenaar en een top-ambtenaar. Of een bestuurder en een top-bestuurder. Maar tegenwoordig is het allemaal top. Maar hoe dan ook, top-economen vertelden op enig moment in 2008 dat economische modellen niet meer kloppen. Nu moet ik even kort iets vertellen over mijn achtergrond. Ik heb ooit op de middelbare school de B-opleiding gedaan. Wiskunde, natuur, scheikunde, biologie, dat waren mijn hoofdvakken. Dus als ik dit soort uitspraken in eerste instantie hoor of lees, dan denk ik, deze zin klopt niet. Want een economisch model klopt of het klopt niet. 30 plus 50 is 80. Dat was 250 jaar geleden zo, dat is nu zo, dat is over 50 jaar nog steeds zo. Maar hier zijn blijkbaar modellen die een tijd lang kloppen en opeens niet meer. Dan denk ik, dat kan niet. Een model klopt of het klopt niet. Dat is mijn in eerste instantie het uitgangspunt. Dus op grond van die reactie dacht ik van, hier kan ik niks mee. Maar toch bleef deze zin in mijn hoofd spoken. En op enig moment riep het toch wel meer vraagteken op dan dat het beantwoordde. Het was te simpel om te stellen, deze zin klopt niet. Er zat iets achter. En vervolgens ben ik gaan zoeken en ben ik erachter gekomen wat men heeft bedoeld. Er was een hoorzitting waarin Alan Greenspan, de voormalig voorzitter van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, werd gehoord door, ik dacht, een senator, Henry Waxman. Waarbij Waxman zei, ik moet het even citeren, you found that the view of your view of the world, your ideology, was not right. It was not working. Waarop Alan Greenspan antwoordde, absolutely, precisely. You know, that's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more
with very considerable evidence that it was working exceptionally well. Hij heeft 40 jaar lang gedacht, maar ook gemeend en was overtuigd van het feit dat de modellen die zij hanteerden perfect werkten. Om in 2008 tot de conclusie te komen dat dat niet zo was. Als dit soort mensen dit soort uitspraken doen, dan is er echt iets aan de hand. Dan is er niet alleen economisch iets aan de hand, maar dan is dat nog veel dieper. Want dan is blijkbaar de modellen waar onze economie op gebaseerd is, zijn niet meer juist, zijn onjuist. En dan kan het dus zo zijn dat een model al altijd onjuist is geweest, maar dat we dat nooit hebben kunnen zien, of dat economen of top-economen dat nooit hebben kunnen of willen zien. En dan is er dus iets aan de hand, noem het maar gewijzigde omstandigheden, waardoor die economen dat op dit moment opeens wel konden zien. En dat ging heel plotseling. En dan moeten wij met z'n allen nadenken, want we maken met z'n allen nog steeds deel uit van die economie. Wat is dat dan? Want dat betreft ons ook. En wij hebben daar dus ook direct of indirect mee te maken. Ik ga even toelichten wie ik ben. Zet gaf al aan, ik was registeraccountant. Toen ik was afgestudeerd, laten we zeggen, met enige trots, werd ik ingeschreven in het accountantsregister. En gaandeweg, in de loop der jaren, ging die trots wat achteruit, want ik zag al een aantal dingen gebeuren waar ook accountants bij betrokken waren, waarbij ik dacht van nou, dat zou ik niet hebben gedaan. En uiteindelijk, tegen het einde van de vorige eeuw, 2008, 2009, kwamen er nieuwe bepalingen in die International Financial Reporting Standards, toen nog International Accounting Standards genoemd. En ik was het daar principieel, maar ook absoluut inhoudelijk mee oneens. En ik heb geprobeerd om via de Nederlandse organisatie om voet aan de grond te krijgen, om in ieder geval mijn kritiek te kunnen uiten. Maar ik ben blijkbaar het verkeerde spoor gevolgd of werd hoe dan ook geblokkeerd, maar ik ben nooit op de juiste plek terechtgekomen. Ik was op dat moment gastdocent bij een aantal universiteiten en ik heb bij ieder college heb ik duidelijk gemaakt wat er aan deze wetgeving niet deugde. Ik heb aangegeven waarom dat niet deugde. Ik heb geprobeerd, of in ieder geval ook gehoopt, dat mensen dat zouden oppakken en dat mensen er iets mee zouden doen. Maar ik was aan de andere kant, ik ben adviseur van multinationale bedrijven en overal waar ik kwam, werden deze regels toch op deze manier toegepast, zonder enige vorm van terughoudendheid of kritiek. Dus ik ben daar continu tegenop blijven lopen en continu tegenop blijven boksen, maar dat is zo David en Goliath verhaal, dat gaat niet werken. Tot ik uiteindelijk in 2009, na de kredietcrisis, en ook mede door de kredietcrisis, laat ik dat ook even kort toelichten, in 2008 door APG, dat is de koepelorganisatie boven onder andere het pensioenfonds ABP, gevraagd om mee te denken over de effecten van de kredietcrisis. En in die periode heb ik heel duidelijk gezien wat er aan de hand was. Ik heb heel duidelijk gezien wat de bankaire sector deed. Ik heb ook heel duidelijk gezien wat ratingbureaus deden. Ik heb ook heel duidelijk gezien wat juristenbureaus deden, maar ook duidelijk gezien wat accountants deden. En het was een samenspel van alles en iedereen wat ertoe heeft geleid dat deze kredietcrisis inderdaad tot volle bloei kon komen. En ik kreeg daar steeds meer weerzin van. En ik wilde daar steeds meer afstand van nemen. Dus ik heb in 2009 het NIVRA een briefje gestuurd, mijn beroepsorganisatie destijds, met het verzoek mijn inschrijving in het accountantsregister door te halen. Dat werd niet gehonoreerd. Ik kreeg een telefoontje of ik daarover wilde spreken. Nu was ik in Amsterdam, of regelmatig in Amsterdam, dus ik heb een afspraak gemaakt bij het NIVRA en ik heb erover gesproken en ik kreeg de reactie: wat je vertelt aan kritiek is uitermate interessant. Zou je daar een keer over willen spreken met de mensen van het wetenschappelijk bureau? En toen dacht ik in mijn enthousiasme, nu gaat toch een deur open. Dus mijn antwoord was ja. Vervolgens was de vraag, wil je dan je besluit om je titel op te geven opschorten totdat dat overleg heeft plaatsgevonden? Daarin heb ik ingestemd. Ik heb toen een aantal keer overleg gehad met mensen van het wetenschappelijk bureau. Ik heb hem moeten uitleggen hoe bepaalde financiële instrumenten werken. Ik heb hem moeten uitleggen hoe dit conflicteert met de bepalingen in de International Financial Reporting Standards. En waarom dat zo conflicteert en wat het alternatief zou zijn. En hun reactie was, wat je vertelde is uitermate interessant. Je moet eens contact opnemen met Pieter Veugen van PricewaterhouseCoopers. Want dat is de voorzitter van de Nederlandse IFRS-commissie die ook het internationaal overleg voert. Nu klinkt dat als reactie misschien heel positief, maar aan de andere kant inhoudelijk is dat heel negatief, vind ik. Want op het moment dat mensen van een wetenschappelijk bureau stellen, dit is heel interessant wat jij zegt, om je vervolgens het advies te geven, ga eens praten met hem, dan is het echt zo of zo. Dan zijn wij er vanaf, hoeven wij niks meer te doen. Ik vind als je geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp, je werkt bij een wetenschappelijk bureau, moet je werken als een spons. Dan neem je dat allemaal op en dan ga je ermee aan de slag. Maar dat deden ze dus niet. Ik heb een afspraak gemaakt met Pieter Veuger. Ik had ooit eerder met hem gesproken, dus toen ik binnenkwam was het hallo, hoe is het, kopje koffie en noem maar op.
En vervolgens klapte ik mijn map open waarin ik een aantal voorbeelden had zitten die ik helemaal had uitgewerkt om aan te geven wat er fout was aan deze regelgeving. Dus ik klap dat open en hij zegt, ja, wacht maar even, vertel even wat, doe het gewoon even mondeling. Dus ik begin met mijn eerste punt van kritiek. En zijn reactie was, hij pakte de spreekwoordelijke Bijbel IFRS van zijn bureau en zegt, ja, wat jij zegt kan helemaal niet. Ik zeg, hoezo? Nou, hij bladeren en zegt, kijk, hier staat het. Dus ik heb hem waarschijnlijk even wereldvreemd aangekeken en gezegd, Pieter, voor alle duidelijkheid, dat is mijn kritiek, het feit dat dat daar staat. Oh, ja, heb je nog wat? Dus mijn tweede punt ging precies hetzelfde. Ik noem dat punt en hij zegt, ja, kan niet. Ik zeg, hoezo? Ja, hier. Ik zeg, Pieter, dit is mijn kritiek, dat het daar staat. Wat daar staat is niet juist. Oh, ja, heb je nog wat? Ik denk, ja, dit gaat dus helemaal de verkeerde kant op. Dus ik begon mijn spulletjes keurig bij elkaar te pakken. En hij vroeg, zijn we klaar? Ik zeg, nee. Ik zeg, maar dit heeft natuurlijk totaal geen nut op deze manier. En toen schoof hij feitelijk zijn Bijbel opzichtig aan de kant. En zei, oké, vertel maar. Hij ging achteruit zitten in zijn stoel en heeft me helemaal laten uitspreken. En toen ik klaar was, was een letterlijke reactie. Je noemt ongeveer 10 punten van kritiek op IFRS. En op 8 punten moet ik je gelijk geven. Dus wederom in mijn enthousiasme dacht ik, yes, we komen er. Dus in datzelfde enthousiasme vraag ik, wat kunnen we hiermee? Toen was zijn reactie heel kort en kernachtig, niets. Dat vraagt natuurlijk om een toelichting, dus dat deed ik ook. En zijn reactie was, we zitten in Nederland. Nu had ik dat wel, dat vermoeden had ik al, we zaten in Amsterdam. Geografisch begreep ik dat dat Nederland was, dus ja, dat was niks nieuws. Maar het was blijkbaar toch een antwoord op mijn vraag, we zitten in Nederland. Dus ik vroeg hem om dat nader toe te lichten en zei van, kijk, het grappige overigens was wel dat hij vanaf dat moment in het gesprek in de bijvorm overging, want zijn reactie was, als we, niet met nadruk, als we in Duitsland zouden zitten en we zouden met deze kritiek onze Franse confrères kunnen overtuigen, dan zouden we in Europa een blok kunnen vormen en dan zouden we als Europese Unie een front kunnen vormen tegen het Angelsaksische blok en dan hadden we een kans van slagen. Maar ja, we zitten in Nederland. Waarop ik dacht, als Einstein in Estland was geboren, hadden we nooit de relativiteitstheorie gekend. Maar goed, hoe dan ook, zijn advies was, ik moest een contact opnemen met professor die en die van de Universiteit van Tilburg, want die zouden waarschijnlijk wel geïnteresseerd zijn in mijn verhaal. Toen dacht ik van nou, volgens mij stopt mijn verhaal hier. Ik heb daarna weer contact opgenomen met het NIVRA om mijn inschrijving daadwerkelijk door te halen. Dat werd niet gehonoreerd, toen heb ik dat daarna nog een keer schriftelijk gedaan en toen werd het gehonoreerd. Dus ik ben geen registeraccountant meer. Lange inleiding om dat even toe te lichten. Ik was registeraccountant. Ik ben heel bewust. Ik heb bij APG destijds, eind 2008, geprobeerd de situatie te begrijpen, geprobeerd de situatie in te schatten, heb ook geprobeerd om te voorzien wat er ging gebeuren. En ik heb bij APG, laten we zeggen niet voor een heel selectief groepje mensen, maar voor de mensen waarmee ik in mijn project in contact was, heb ik een keer een presentatie gegeven, eind 2008. En in die presentatie heb ik aangegeven wat er aan de hand was en wat er zou gaan gebeuren, naar mijn idee. Toen kreeg ik twee reacties. De algemene reactie was, is wat jij schetst is een doemscenario. Ik denk van, dat klinkt niet positief. Het klinkt in die zin niet positief, dat ik er op zich geen moeite mee heb als mensen iets een doemscenario noemen. Maar je weet op het moment dat iemand het een doemscenario noemt, dan doet hij er niks mee. Dan is het, dit willen wij niet zien. Dus ik heb nog geprobeerd om dat recht te zetten met de opmerking, maakt me niet uit hoe je het noemt. Als je er maar rekening mee houdt, maar dan weet je dat dat eigenlijk verloren moeite is. De tweede opmerking die ze maakte, de tweede reactie was veel specifieker. Ik gaf namelijk in mijn presentatie aan dat Chrysler en General Motors, die twee met name genoemd, Chrysler en General Motors voor of uiterlijk op 31 maart 2009 failliet zouden zijn. Daarop was de reactie, dat gebeurt nooit. Dat was mijn presentatie, was dus weinig succesvol in eerste instantie, maar wat er daarna gebeurde was uitermate interessant, want in de weken na die presentatie kwamen er steeds mensen naar mij toe om te vertellen dat de dingen die ik in die presentatie verteld had, successievelijk allemaal uitkwamen. Maar het faillissement van Chrysler en General Motors wilden zij niet aan. Daar wilden ze niet aan in januari, niet in februari en ook niet in maart. En op 31 maart kreeg ik natuurlijk een heel cynische vraag. En, gaat het vandaag gebeuren? Dus ik heb gezegd, van, nou, pin me niet helemaal vast op een datum, maar ja, het gaat gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. In april was Chrysler failliet, in juni was General Motors failliet. Die hele situatie heeft mij niet alleen bewust gemaakt, maar heeft mij ook ertoe gebracht om, laten we zeggen, in ieder geval de inzichten die ik heb, te gaan delen met andere mensen. Dus ik heb de presentatie die ik destijds bij APG heb gegeven als basis genomen. En ik ben in beperkte kring presentaties gaan geven. En dat is op enig moment uitgegroeid tot iets wat op dit moment 66, 67 en de komende week nog twee presentaties over dit onderwerp dat gevolg heeft gehad, zowel in Nederland als in België. Want iedere keer als ik een presentatie geef, krijg ik een uitnodiging voor een volgende presentatie.
Dat doe ik met heel veel plezier. Ik ben heel bewust en ik probeer jullie bewust te maken. Maar het is in jullie om bewust te worden. Ik ben daarnaast heel boos. Maar boos in de positieve zin van het woord. Ik word niet agressief. Althans, kan dat wel soms worden, maar niet in dit kader. Maar ik word boos in die zin dat je moet een bepaalde mate van boosheid hebben om iets te kunnen en te willen veranderen. Als die boosheid niet voelt, dan is er weinig aanleiding om iets te veranderen. Dus ik hoop dat jullie straks heel boos zijn. Jullie zullen in ieder geval niet blij zijn, hoop ik, denk ik, verwacht ik. Jullie zullen misschien bang, bedroefd of beledigd zijn. Ik doe soms uitspraken, ook laten we zeggen, tegen bepaalde mensen uit bedrijven, corporates, bankaire sector of overheid. Die, laten we zeggen, op zijn minst gezegd niet erg charmerend zijn. Waar mensen wel door beledigd kunnen zijn, dat is niet mijn doel. Maar het kan wel zijn dat gebeurt. Ik hoop dat jullie boos worden. Ik hoop dat jullie heel bewust worden. Dat is het doel van deze dag. Ik ga verder met het economisch verhaal. Wat economen al heel lang hebben gedaan, en heel lang is eigenlijk, laten we zeggen, deels misschien eeuwen, maar eigenlijk heel concreet de laatste 85 jaar ongeveer, is proberen te begrijpen hoe cycli werken. Hoe cyclische trends werken. We kennen een aantal heel natuurlijke cycli, een dagcyclus, een maandcyclus, een seizoens- of jaarcyclus. Dat zijn heel natuurlijke cycli die wij kennen. Daarnaast kennen we cycli die door de mens zijn gemaakt. Een weekcyclus is niet door de natuur, maar door de mens bedacht. We kennen ook een conjunctuurcyclus of een varkenscyclus. Op basis van de varkenscyclus hebben wij ooit begrepen hoe het principe van vraag en aanbod werkt. Voor de geïnteresseerden even heel kort. Er waren op enig moment was er behoefte aan varkensvlees en de prijs van varkensvlees ging omhoog. Dus er waren een aantal boeren die dachten, wij gaan varkens telen. Vervolgens kochten ze jonge biggetjes, die moesten groot worden, die moesten nakomelingen krijgen. Dat duurde een paar jaar en daarna kwamen die varkens op de markt. En vervolgens ging de prijs omlaag. En toen dachten ze, dat is een verkeerde timing. Dus gingen ze weer wat anders doen. En enige tijd daarna ging de prijs van varkensvlees omhoog. En toen dachten die boeren, moeten toch varkens doen. Totdat die varkens weer slachtrijp waren en op de markt kwamen. En toen ging de prijs van de varkens omlaag. En toen dacht je, ja, weer een slechte timing. En dat is een aantal keren achter elkaar gebeurd en niemand begreep dat. Totdat Arthur Hanau uit Oostenrijk destijds begreep hoe dit in elkaar zat en daar een verhandeling over schreef in een economisch blad. En aangaf dat er een principe is van vraag en aanbod. Als er weinig aanbod is en een hoge vraag gaat de prijs omhoog, is er veel aanbod en weinig vraag, relatief weinig vraag, gaat de prijs omlaag. Dus het was niet een slechte timing, maar het was gewoon datgene wat men deed met dit gevolg. We weten dat principe pas ongeveer 80 tot 85 jaar. We denken dat we alles begrijpen van economische modellen, maar het meest elementaire en het meest, laten we zeggen, basale economische model kennen wij slechts 80 jaar. Dat is nog niet echt lang. We kennen in ieder geval een aantal cycli van economische groei en krimp. En wat je van die cycli met name hoort, dat zijn altijd de dalen. We kennen een aantal crises. We kennen de dollarcrisis, we kennen de oliecrisis. We kennen de roebelcrisis, de Aziëcrisis. Dat zijn allemaal crises die te maken hebben gehad met, zeg maar, de financiële wereld, de mondiale wereld, waarin, zeg maar, de valuta's met name een rol spelen. Want zelfs de oliecrisis is terug te leiden tot de dollar. Dus in feite wat wij de laatste decennia hebben gezien, zijn heel veel ups en downs in een economisch model. Waarbij met name de downs, de crises, heel vaak en meestal op één uitzondering na te maken hadden met valuta. Met de onderlinge wisselkoers tussen de verschillende munteenheden. En het frappante van dit soort cycli is, op het moment dat je in de bodem zit, dan is het een kwestie van de armen over elkaar een tijdje volhouden, want dan trekt dat weer aan. En op enig moment gaat die economie weer groeien en dan ga je weer naar een nieuwe top. Om daarna weer naar een nieuw dal te gaan en daarna weer naar een nieuwe top. Dat is een heel bekend principe. En dat is het principe wat economen jarenlang, decennia lang hebben volgehouden. Want als je dat principe herkent, dan kun je het niet alleen verklaren, maar je kunt het ook voorspellen. Want als het 3 jaar zo gebeurt, of 3 keer achter elkaar gebeurt, zal het de 4e keer ook al gebeuren. Dat is het voordeel van cycli uit economische modellen. Daarnaast zijn er heel andere ontwikkelingen. En wat ik net schetste met die cyclische ontwikkelingen, dat is iets wat al decennia lang, misschien zelfs eeuwenlang, zo bestaat. Maar wat opvalt is vanaf 1999 komen we in crises die een heel andere oorzaak hebben. Die niet hun oorzaak vinden in valutaverhoudingen, dus de verhouding tussen de verschillende wisselkoersen.
maar we komen opeens in een heel andere economische omgeving terecht. Dat ga ik toelichten, waar het een zeg maar een convergerende lijn is, die laten we zeggen vrij stabiel is en steeds om een soort evenwichtstoestand heen slingert, kennen we ook een divergerende trend, ofwel een exponentiële trend. En hoe ziet die, sorry, dat gaat wat erg grap, hoe ziet die eruit? Dat is een trend die opeens heel sterk afwijkt van de norm. Het grafiekje wat hier staat, links start in 1750. Rechts is 2000. En wat je nu ziet in dit grafiekje is dat er een heel stabiele, een vrij stabiele situatie voor een aantal eeuwen bestaat. En opeens slaan een aantal ontwikkelingen om in een exponentiële trend. Het frappante hiervan is dat dit niet alleen maar de economie betreft. Dit betreft ook de ecologie, dit betreft de samenleving, dit betreft zeg maar, ons sociale samenzijn. Er zijn een aantal modellen en je kunt op het internet zo nakijken als je gewoon alleen maar googelt op exponential trends of exponentiële trends en je gaat de plaatjes erbij bekijken, dan vind je tienduizenden, honderdduizenden of zo niet meer van dit soort grafiekjes die opeens een exponentieel verloop hebben. En dat is wel frappant, want als je die op elkaar gaat plaatsen, ongeacht hun oorzaak of hun oorsprong, ongeacht hun aard, kun je ze bijna allemaal op elkaar projecteren en je ziet dat ze allemaal in dezelfde periode dezelfde ontwikkeling doormaken. Deze. En dan ga ik terugdenken aan de opmerking die economen maakten. Economische modellen kloppen niet meer. Als ik een economisch model zou baseren op een cyclische trend, en ik probeer daarmee te verklaren wat er aan de hand is, ik probeer daarmee te voorspellen wat er gaat gebeuren, en vervolgens slaat die trend om in een exponentiële trend, dan heb ik terecht de opmerking te maken dat het economisch model niet klopt. Het heeft nooit geklopt, alleen we hebben dat nooit gemerkt, omdat de ontwikkeling daar geen aanleiding toe gaf. In Zwitserland was er iedere winter sneeuw, iedere zomer minder sneeuw. Winter veel sneeuw, zomer minder. Dat is een cyclische trend. Als je 3 jaar ziet, kun je het 4e jaar voorspellen. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat het 4e jaar opeens een gigantische lawine naar beneden komt, waarbij de sneeuwmassa die boven lag opeens in het dal ligt. Ook dat is natuur. Als je gaat kijken naar het verloop van onze staatsschuld, dan past dat wonderwel in dat vorige grafiekje. Ook dit kent een exponentieel verloop. Onze staatsschuld is rond de 4,6 miljard euro. Nou, dat is op zich geen bedrag om van te schrikken. Als je dat deelt door het aantal Nederlanders, valt het nog wel mee. Maar dat betekent wel dat het niet de staatsschuld is, maar dat het onze schuld is. Dus vandaar dat het woord staats wat kleiner is geschreven. Dus feitelijk onze schuld. Wij hebben deze schuld. En dan zegt iedereen, dit valt nog wel mee. Want als je dat nogmaals projecteert op iedere Nederlander, dan is het nog wel te overzien. Maar je moet nu begrijpen wat er is gebeurd tussen 1960 en nu. Tussen 1960 en nu hebben we niet alleen meer schuld gekregen, dit is gewoon meer geld wat we meer hebben uitgegeven dan we hadden. Dat is very simple. Daardoor is die schuld ontstaan. We hadden ook nog 208 miljard euro baten uit aardgas en aardolie. Die zijn ook weg. Hebben we ook uitgegeven. We hebben daarnaast ook nog wat geld links en rechts uitgezet. Dat is ook deels weg of gaat waarschijnlijk nog weg. Want we hebben iets gestopt in een pot die heet Nationale Hypotheekgarantie. Dat zijn wij met z'n allen verschuldigd aan de bankaire sector op het moment dat het fout gaat met het woningbezit. Op het moment dat het fout gaat met het inkomen van mensen. Op het moment dat het economisch fout gaat, hebben we die schuld ook nog. We hebben ook nog een schuld aan AOW. Dat is ongeveer 750 miljard euro. De huidige AOW-schuld. We hebben nog wat schuld aan de Europese Centrale Bank. Dat weten wij niet, maar de Europese Centrale Bank heeft banken gefinancierd om daarmee staatsobligaties te kopen uit Griekenland, Italië en andere Zuid-Europese landen, zeg maar de zwakkere economieën. En die staatsobligaties die dienen als onderpand voor deze leningen. Als die staatsobligatie nu maar 40% waard is van het geleende bedrag, dan zit er dus 60% lucht in. Die lucht gaat er op enig moment uit. Dat wordt een bubbel en die bubbel zal barsten. Dat betekent dat wij het verschil, zeg maar even grofweg 600 miljard euro in Europa, verschuldigd zijn aan die financiële sector. Wij. Zo zijn er nog wel een paar meer. We hebben dat European Financial Stability Facility. Daar moet ook nog 1000 miljard in. Dus we zijn met z'n allen gewoon even alle geld bij elkaar aan het schrapen. Ook het geld wat wij niet hebben, wat we in de toekomst nog moeten gaan verdienen. Om nu onze hele economie in stand te houden. Dat hebben we sinds 1999 al een aantal keren gedaan. Want we hebben een
stockmarketbubbel gehad, een dotcom-bubbel gehad, een housingbubbel gehad. We hebben die bankenbubbel gehad, crisis. We hebben de economische crisis gehad en nu hebben we een staatsschuldencrisis. Dat is de ene crisis op de andere, maar de oorsprong daarvan is allemaal dezelfde. Het is namelijk een financieel stelsel wat gebaseerd is op meer, meer, meer. Continue groei. Economy of growth. En dat terwijl economische theorieën uitgaan van schaarste. Dat staat haaks op elkaar. Goed, dit is de ontwikkeling van de staatsschuld. Dit is de ontwikkeling van de natuurrampen. Ik wil niet pretenderen dat die twee direct met elkaar te maken hebben, maar het is wel frappant dat als je dezelfde tijdspannen neemt, van 1900 tot zeg maar 2010, dat je hetzelfde verloop ziet. Maar je kunt ook gaan kijken naar bijvoorbeeld het aantal buitenechtelijk geboren kinderen. Noem even wat. Dan zie je ook datzelfde verloop. Zo kun je een heleboel maatschappelijke, economische, ecologische grafieken erbij gaan halen die allemaal dit verloop kennen. Hier staat overigens 2010 nog niet bij. Dat zet ik er nog even naast voor de volledigheid. Dit was het aantal natuurrampen in 2010. De cijfers van 2011 heb ik nog niet, maar de eerste inschatting is dat het eerder bij 2010 zal liggen dan bij 2009. Dit gaat keihard. Er is een uitspraak geweest van de voorzitter van het Russische World Wildlife Fund, die aangaf dat the number of natural disasters in the world may double during the next 10 to 15 years. En dat is het kenmerk van een exponentieel verloop. Binnen een bepaalde tijdspanne krijg je een verdubbeling. En in diezelfde tijdspanne krijg je daarna weer een verdubbeling. En weer een verdubbeling. Maar dat is niet 1, 2, 3. Dat is 1, 2, 4, 8, 16, 32. Dat gaat keihard omhoog. En waar wij vroeger dachten dat wij het feestje konden bouwen met geleend geld en dat we de rekening konden doorschuiven naar onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, in ieder geval ver naar de toekomst, zien we dus dat die ontwikkeling nu zo snel gaat dat die ons inhaalt en dat wij waarschijnlijk de rekening gepresenteerd krijgen. Dat ga ik even toelichten. Ik ga even laten zien wat er met een exponentiële trend zoal kan gebeuren. Als de University of Chicago stelt dat een economie zich verhoudt conform natuurwetten, dan zeg ik, dan moet je wel naar alle natuurwetten kijken. Dit is een voorbeeld, wat hier is afgebeeld, is Alaska. Het kringetje staat op een eiland, dat is St. Matthew Island. In de Tweede Wereldoorlog, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar dat wist men toen nog niet, ik geloof in 1943 of 44, is een Amerikaans legerdetachement geplaatst op St. Matthew Island om trainingen te krijgen, om onder barre omstandigheden te kunnen vechten in met name Oost-Europa. En dat legerdetachement kreeg 29 reindeers mee op dat eiland die als voedselbron voor het detachement zouden moeten kunnen dienen. Toen ze daar waren, kort daarna, bleek dat het einde van de Tweede Wereldoorlog in zicht was. En toen is besloten om dat detachement weer terug te verplaatsen naar Amerika. Maar ze hebben tevens besloten om die rendieren maar daarachter te laten. Vervolgens zijn mensen van de Universiteit van Alaska, eens op de zoveel jaar, naar dat eiland gegaan en ze hebben geteld hoeveel dieren daar waren. En dit is hun grafiekje. Het aantal dieren is in die periode gegroeid, dit is een periode van ongeveer 22 jaar, gegroeid van 29 dieren naar meer dan 6300 dieren. Dat zal misschien niet helemaal een glad verloop zijn geweest, maar dit is in ieder geval de ontwikkeling van de populatie reindeers op St. Matthew Island in een periode van 22 jaar. En de keer daarna dat ze kwamen, was het grafiekje als volgt. Toen waren er nog 43 dieren over. Wat daarbij overigens heel frappant is, wat overigens niemand kan verklaren, is dat die 43 dieren allemaal vrouwtjes waren. Dat is misschien het sterke geslacht, maar in ieder geval wat dan ook. Voortplanting was daarna niet meer mogelijk. Stel nu dat je niet in de tussentijd op dat eiland was geweest en dat je na 23 jaar naar dat eiland was gegaan en had gezegd 43 dieren. Dan had je gezegd, ja, ik kan me heel goed voorstellen, want een tijd geleden waren er 29, nu zijn er 43. Maar lijkt op zich niet onlogisch. Maar juist vanwege het feit dat ze in de tussentijd daar zijn geweest en je ziet dit gigantische verloop, hieruit mag je afleiden hoe de natuur functioneert. Hoe verder je afwijkt van een norm, hoe sterker je afwijkt van een norm, des te labieler wordt je evenwicht. En op enig moment kom je tot een zogenoemd tipping point. En op dat tipping point heb je maar heel weinig energie nodig om dat hele kaarthuis in elkaar te laten vallen.
Dat kan van alles zijn. Dat kan voedselschaarste zijn, dat kan een bacteriële infectie zijn, dat kan verontreinigd water zijn, dat kan van alles zijn geweest waardoor deze populatie in één keer van meer dan 6000 dieren naar 43 werd gereduceerd. Maar dit is wel de manier waarop de natuur werkt. Dat is hetzelfde wat ik net in Zwitserland aangaf. Het kan zijn dat die sneeuwmassa op enig moment een labiel evenwicht krijgt, door een keer een nacht minder of meer nachtvorst, waardoor twee sneeuwlagen niet goed plakken. En vervolgens komt er een helikopter over of iemand skiet buiten de piste. En opeens komt die hele lawine met donderend geraas naar beneden. Ook dat is natuur. Ook dat is het herstellen van een natuurlijk evenwicht. Alleen dat zat niet vervat in de modellen van de Chicago School. Die gingen uit van een trendmatig verloop waarbij een economie continu streeft naar een evenwichtssituatie. Maar ook dit, ook dit is natuur en ook dit is mogelijk economie. Ik stel dat niet-economische modellen niet meer kloppen. Ik stel dat economische modellen niet kloppen. Punt. Dat is een ander uitgangspunt. En dat ga ik toelichten aan de hand van twee voorbeeldjes. Rente en winst. Rente noem ik een onmogelijk concept. Desalniettemin kennen we rente, dus het is blijkbaar mogelijk. Dit is de situatie. Ik ben dat vierkante blokje. Links is een object wat ik graag wil kopen. Of laat ik het anders zeggen. Links is de partij die een object heeft wat ik wil kopen. Dat object dat heeft een prijs en een waarde van 100. Alleen ik heb geen geld. De partij boven mij heet bank. Ik leen van die bank 100 euro. Ik betaal 100 euro. Ik krijg een object met een waarde van 100 euro. Dat is ruil. Na een jaar zegt die bank tegen mij, ik had graag mijn geld terug. Dan denk ik van ja, dat kan. Ik heb iets met een waarde van 100. Als ik dat ga verkopen, dan heb ik weer 100 euro. Kan de bank terugbetalen. Maar de bank zegt, nee. Ik wil niet 100, ik wil 106. Dan denk ik, dat wordt lastig, want ik heb iets met een waarde van 100, maar ik moet opeens 106 betalen. Waar haal ik dat vandaan? Dat is niet zo moeilijk, want ik ga dit object aanbieden aan iemand anders voor 106. Dus ik ga iets leveren met een waarde van 100. Ik krijg daar 106 voor terug en ik betaal mijn bank terug. Alleen die ander had geen geld, heeft dus geld geleend van zijn bank en heeft 106 moeten lenen. Die bank vraagt na een jaar het geld terug en die vraagt niet 106, maar 112 en een beetje terug. Die persoon denkt, dat is vervelend, maar dat heb ik niet. Dus gaat dit object verkopen voor 112 en een beetje. Bij de volgende persoon gebeurt hetzelfde. Die heeft niet het geld, gaat dus bij de bank 112 en een beetje lenen. Betaalt persoon nummer 2, die betaalt zijn bank terug, klaar. Alleen deze bank vraagt na een jaar 119. En de bank daarna vraagt 126. Het vervelende hierbij is dat het object, wat van de een naar de ander is verschoven, nog steeds een waarde heeft van 100. Die is niet gewijzigd. Maar de prijs is toegenomen van 100 naar 126. En dit kun je zo ver doortrekken als je wil. Dan wordt het overigens steeds ernstiger. Als je hier omheen een kadertje plaatst, dan noem ik dat één economie. En dan komt er aan de ene kant iets in met een waarde van 100. Dan moet je aan de andere kant iets uit met een prijs, zeg maar een waarde, het aantal euro's, van 126. Dus ergens zit een verlies. Dat verlies zit bij het blauwe blok, zeg maar de economie waar we hier over praten, dus een kadertje heen zet en de winst zit bij de bank. Ga even verder met dat rente als onmogelijk concept. Even terug naar onze uitgangssituatie van onze staatsschuld. Wij hebben heel lang een zeer beperkte staatsschuld gehad. In de Tweede Wereldoorlog was onze staatsschuld nul. Na de Tweede Wereldoorlog kregen wij geld, op basis van het Marshallplan, voor de heropbouw van Nederland. Wat we toen hebben geleend is omgerekend in euro's 10 miljard 880 miljoen euro. Met dat geld hebben wij Nederland heropgebouwd. En vervolgens hebben de kabinetten destijds en alle kabinetten daarop volgend besloten om die lening niet terug te betalen, om de rente niet te betalen uit de lopende begroting, maar om de terugbetaling van de lening te herfinancieren, maar daarbij ook de rente die verschuldigd was ook te herfinancieren. En dan krijg je een interessant gegeven, want wat ik nu heb gedaan, ik heb van die oorspronkelijke schuld van 10 miljard 880 miljoen euro, daar heb ik 5,75% gemiddelde rente opgenomen, zeg maar de rente op staatsobligaties in de hele periode, soms meer, soms minder. En dan krijg je het volgende grafiekje in deze grafiek. Dit is alleen maar de rentecurve over een schuld van 10 miljard 880 miljoen in 1946 tot 2010. En het frappante is dus dat die nagenoeg parallel ontwikkelen. En hiermee kun je dus ook aantonen dat wij de rente over die verplichting continu hebben geherfinancierd.
Dat is een interessant uitgangspunt, want nu kun je dus gaan extrapoleren. Nu ga je dus de lijn doortrekken en dan zeg je, waar gaat dat uitkomen? En nu zul je zien dat we inderdaad over een periode van 12 tot 15 jaar onze staatsschuld moeten verdubbelen om onze verplichting, onze renteverplichting te kunnen blijven voldoen. Maar 12 tot 15 jaar daarna is die weer verdubbeld. Dus we hebben nu 400 miljard, dat wordt 18, dat wordt 1600 miljard. Binnen een tijdspanne die je kunt aanduiden als bijvoorbeeld anderhalve generatie. Dat gaat opeens heel rap. Rente is een onmogelijk concept, maar bestaat toch. Hoe bestaat dat? Op het moment dat je rente moet betalen, terwijl je het niet hebt, wordt er nieuw geld bijgemaakt. Nou, daar heb je allemaal wel eens van gehoord. Wij kunnen geld uit lucht maken, althans de bancaire sector kan dat. Ze maken dus nieuw geld aan. Ze lenen in feite ons het geld wat wij moeten gebruiken om de rente aan de bank te betalen. En daarmee wordt hun vordering op ons alleen maar groter. Rente leidt dus tot nieuw geld, geldcreatie. En geldcreatie leidt tot inflatie. Je kunt ook zeggen dat geldcreatie zelf al inflatie is, want het is inflatoir. Je blaast het systeem eigenlijk op. En dat noem je inflatoir, dus dat is eigenlijk inflatie. Maar vaak is het effect van dat opblazen, de geldontwaarding, wordt vaak inflatie genoemd. Inflatie betekent dus minder waarde per munteenheid. Als de waarde per munteenheid omlaag gaat, betekent dat dat de groenteboer minder geld krijgt in waarde voor de kilo appels. Dus wat gaat die groenteboer doen? Die gaat de prijs van de kilo appels verhogen. Want dan krijgt hij in waarde nog steeds evenveel. Als je inflatie hebt van 3% en je verhoogt je prijs met 3%, krijg je per saldo hetzelfde als voorheen. Dus je gaat continu je prijs aanpassen aan de inflatie. Maar dat betekent ook dat de prijzen dus stijgen en dat daarmee, of daar als gevolg daarvan, ook de lonen moeten stijgen. En als de lonen stijgen, betekent dat de economische activiteit toeneemt. En dat is goed, want als de economische activiteit toeneemt, neemt het bruto binnenlands product toe. En het bruto binnenlands product staat, voor wat ons wordt verteld, voor welvaart. Hoe hoger het bruto binnenlands product, hoe hoger de welvaart van de samenleving. Nou, ik vertel u, dat is absoluut onwaar. Want wat maakt deel uit van dat bruto binnenlands product? Alle effecten van criminaliteit. Alle effecten van vandalisme. Alle effecten van verkeersschades. Alle effecten van ziektes. Hebben een positief effect op het bruto binnenlands product. Dus naarmate de maatschappij zieker wordt, naarmate de maatschappij crimineler wordt, naarmate de maatschappij onveiliger wordt, neemt het bruto binnenlands product toe. Er is niemand die mij wijsmaakt dat daarmee de welvaart toeneemt. En zeker niet het welzijn. Maar het is nog steeds positief, zegt men, want wat hebben wij in al onze wijsheid gedaan, wij, onze vertegenwoordigers? We hebben in het verdrag van Maastricht bepaald dat onze overheidshuishouding afhankelijk wordt of gerelateerd wordt of mag worden aan het bruto binnenlands product. Want ons begrotingstekort mag 3% van het bruto binnenlands product zijn en onze staatsschuld mag 60% van het bruto binnenlands product zijn. En wij hebben met z'n allen gedacht van ja, wij kunnen dat niet beoordelen, maar als de wijze heren of dames dat bepalen, dan zal dat wel zo zijn. 60% lijkt niet extreem als je dat als schuld hebt ten opzichte van je bruto binnenlands product, zeg maar je inkomen, je staatsinkomen. Nou, als je daar iets dieper over nadenkt, dan schuilt daar niet alleen een onwaarheid in, maar er schuilt ook iets in waarvan iedereen, als men het had geweten, direct had gezegd, ja, maar dit kunnen wij niet accepteren. Je moet zich voorstellen, ik spendeer 1 euro in een economie, en dat betekent dat het bruto binnenlands product met 1 euro toeneemt. Dat betekent dat onze staat 60 cent mag lenen. Die 60 cent die zij lenen, brengen zij in de economie. Daarmee groeit het bruto binnenlands product met 60 cent. En zij mogen nu 60% van die 60 cent weer opnieuw lenen, 36 cent. En die brengen ze in de economie. Daarmee groeit het bruto binnenlands product met 36 cent. Daar mogen zij 60% tegen lenen en dat brengen ze weer in de economie, dus ruim 21 cent. Als je de lijn doortrekt, kom je uit op 1,50 euro. Dat betekent voor iedere euro die wij spenderen als, hè, zeg maar in onze economie, als toename van het bruto binnenlands product, mag onze overheid 1,50 euro spenderen. En dat is een interessant model, want als je uitgaat van economy of growth, als dat je doelstelling is, als dat je concept is, als dat je model is, als al je modellen daarop zijn gebaseerd, groei, 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 continue groei, meer, 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 dan is dit een geweldige aanjager, want voor iedere euro die wij spenderen, of dat nou, laten we zeggen, voor de huishouding is, of voor het eten, of voor criminaliteit, ziekte, vandalisme, onzekerheid, maakt niet uit, iedere euro die wij spenderen mag onze overheid 1,50 euro spenderen. Nou, dat is een aanjager van je welste.
Dus dat bruto binnenlands product, dat wordt opgedreven op allerlei manieren. En door het opdrijven van dat bruto binnenlands product kom je dus heel snel in zo'n exponentiële ontwikkeling terecht. Want het is altijd meer, 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 meer en nog meer. En het model wat men daarvoor heeft gecreëerd, het verdrag van Maastricht, werkt daar wonderwel aan mee. Als ze toen tegen ons hadden gezegd dat zij voor iedere euro die wij spenderen 1,50 euro mogen lenen, hadden wij met z'n allen collectief gezegd, jullie zijn finaal de weg kwijt. Maar ze zeggen de 60% en wij denken, ja, we kunnen niet beoordelen, maar het zal wel goed zijn. Het is niet goed. Het is absoluut niet goed. Maar wat nog veel vervelender is aan dit model, in dit model staan allemaal pijltjes. Het is rente, geldcreatie, inflatie, prijsstijging, loonstijging enzovoorts, tot en met de stijging van onze staatsschuld. En zolang die pijltjes dezelfde kant uitwijzen, kan dit kaartenhuis in stand worden gehouden. Op het moment dat één van deze pijltjes, en slechts één, van richting omkeert, zal bewezen worden dat dit hele model geen stand kan houden. En dat is very simple. Kijk naar Griekenland. Griekenland moet de staatsschuld terugdringen. Want de staatsschuld is ruim meer dan 60% van het bruto binnenlands product. Als Griekenland dat wil doen, zal de Griekse regering minder moeten besteden. Als die Griekse regering minder besteedt, betekent dat dat het bruto binnenlands product omlaag gaat. Maar betekent ook dat 60% van dat bruto binnenlands product ook omlaag gaat. Ze moeten dus nog meer besparen. Om te kunnen aflossen, zullen ze de belastingen moeten verhogen. Maar als ze de belasting verhogen om het geld te gebruiken om aan de banken te betalen, betekent dat dat de mensen in Griekenland minder besteedbaar inkomen hebben, dus ook minder kunnen en zullen besteden. En dan gaat het bruto binnenlands product omlaag. Dan gaat dus de norm waarop je je staatsschuld baseert nog verder omlaag en je moet dus nog meer aflossen. Dit is een spiraal die draait precies de andere kant op. Want datgene wat wij gecreëerd hebben of hebben laten creëren is een spiraal omhoog. Maar op het moment dat één pijltje omdraait, gaat diezelfde spiraal keihard omlaag. En dat is een niet te stoppen proces. Stel ik. Dat klinkt niet erg hoopvol, dat begrijp ik. Maar we leven in een kaartenhuis wat op instorten staat. Goed. Het tweede concept, winst. Ik zei al, ik zou jullie niet blij maken, dus dat is ook niet mijn doel. Ik hoop wel dat jullie straks een beetje boos en een beetje bewust worden. Winst als onevenwichtig concept. Iedereen is heel blij als de krant weer vol staat van goede berichten, want Akzo Nobel en Ahold en noem ze maar allemaal op, hebben weer mega winsten gemaakt. Dus wij met z'n allen bij van, dan zal het wel goed gaan met de economie. Nou, dat weet ik niet. Ik ga dat even toelichten. Stel, je hebt een tweetal voetbalclubs. Ik noem ze even Ajax en Feyenoord. En stel, je stuurt ze de wei op en je zegt, ga maar voetballen en probeer maar te winnen. Dat doen ze allebei. Dan betekent dat de facto dat als de een wint, de ander om die reden moet verliezen. Dat kan niet anders. Dus de winst van de een is het verlies van de ander. Nu is er een Amsterdammer die zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel, maar dat kun je ook omdraaien. Want ieder voordeel heeft ook zijn nadeel. Dat hangt namelijk samen. Als de een wint, moet de ander verliezen. Met andere woorden, als Ahold of Shell of wie dan ook een megawinst kan tonen, dan hebben wij waarschijnlijk te veel voor de soep betaald. Of te veel voor de benzine. Want hun winst is ons verlies, per definitie, dat kan niet anders. En dan mag je wel blij zijn als de berichten in de krant staan dat Ahold of Shell of Axo of wie dan ook weer megawinst hebben gemaakt, maar dan moet je toch langzaam gaan afvragen, ja, maar wie heeft dat dan betaald? Want hun winst is iemand anders verlies. En aangezien zij de producent zijn en wij de consument, is hun winst ons verlies. Zo werkt dat nu eenmaal, want wij dachten dat Darwin gelijk had en wij dachten dat het een competition was en een struggle for life. En competition betekent per definitie strijden. Als de een wint, moet de ander wel verliezen. Alleen het vervelende is, iedereen, everybody wants to be a winner, nobody wants to be a loser. Want, ha, you're a loser. Maar het hangt wel samen. Als de een moet winnen, moet de ander verliezen. Kan niet anders. Dus je hebt tenminste evenveel winnaars als verliezers. Alleen het vervelende is, die winnaar is één heel grote partij en die verliezers zijn heel veel kleine partijtjes. Economisch gezien zijn ze in evenwicht. Maar, laten we zeggen, in aantallen gezien zijn ze dat zeer zeker niet. Goed. Wij kennen sinds de 80e jaren het uitgangspunt van shareholder value. En shareholder value, dat is de waardeontwikkeling voor je aandeelhouder. Zeg maar de waardeontwikkeling van je aandeel.
Dat krijg je door winstmaximalisatie. Je maakt dus zoveel mogelijk winst, want zoveel mogelijk winst betekent zoveel mogelijk eigen vermogen. En zoveel mogelijk eigen vermogen betekent dat je aandeel zoveel mogelijk waarde genereert. En hoe doe je dat? Je omzet maximaliseren en je kostprijs minimaliseren. Dat is een interessant gegeven, want dat betekent dus dat als de kostprijs wordt geminimaliseerd, dat je een product krijgt met een minimale waarde, respectievelijk een minimale kwaliteit. Dus hoe lager de kwaliteit, hoe lager de kostprijs, maar je verkoopt het tegen een zo hoog mogelijke prijs, want het verschil tussen die twee is je winst. En dat is een interessant gegeven. Dus wij kopen een inferieur product tegen een hoge prijs, want wij zijn de consument. Wat je dan ook ziet bij de productontwikkeling, met name in de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie, zie je dit gebeuren. Je ziet dat de voedingsindustrie de kwaliteit van de voeding die zij leveren structureel en al decennia lang verminderen. Als je op dit moment een tomaat zou eten die in een kas geproduceerd is, ten opzichte van een tomaat die 50 jaar geleden op het veld werd gekweekt, dan zou je waarschijnlijk bij de een zeggen, dit is een tomaat, smaakt als een tomaat, ruikt als een tomaat, lijkt op een tomaat, moet wel een tomaat zijn. En als je dan een hap neemt uit de ander, zeg je van, dat is een glas water. Zo ongeveer. In de tomaten die wij tegenwoordig eten, zitten nauwelijks mineralen, nauwelijks vitamine. Alleen die mineralen en vitamine erin zitten om de plant te laten groeien, om de vrucht te laten ontwikkelen. Maar niet datgene wat wij nodig hebben als voedingswaarde. En dat is heel erg vervelend, want als de kwaliteit van ons voor onze voeding omlaag gaat, betekent dat dat de voedingswaarde voor ons omlaag gaat. Dat betekent dat wij meer moeten eten om dezelfde voedingswaarde uit ons voedsel te halen. Maar dat is niet erg, want dat is goed voor BBP. Toch? Als je gaat kijken naar de ontwikkeling in de voedingsindustrie, dan zie je dat met name gebruik wordt gemaakt van allerlei herbiciden, insecticiden, pesticiden, noem maar op. Pesticiden zijn maar de verzamelnaam. Bactericiden, fungiciden, alles wat onze voedingsindustrie maar kan benadelen of beïnvloeden, wordt knalhard bestreden. Het nadeel hiervan is, van het gebruik van bijvoorbeeld bactericiden, is dat wij bacteriën immuun gaan maken voor deze middelen. Wij gaan ze immuun maken voor bactericiden, maar gaan ze ook immuun maken voor bijvoorbeeld antibiotica. Dit wordt gebruikt in de plantenwereld, antibiotica wordt met name gebruikt in de dierenwereld. Alle dieren worden, althans de dieren zeg maar, die in die grote stallen staan, die worden allemaal plat gespoten met antibiotica, want er is geen enkele, vroeger heette dat boer, tegenwoordig heet dat vleesproducent, geen enkele vleesproducent, ik snap dat nooit, want volgens mij is de koe degene die het vlees maakt, maar goed, geen enkele vleesproducent kan het zich permitteren dat één dier ziek wordt in die grote kolonie, want als één ziek wordt, dan wordt de hele kolonie ziek en dan kun je hem weer ruimen. Dus die krijgen allemaal heel veel antibiotica. Tot een paar weken voordat ze geslacht worden, want anders zitten wij met de problemen. Dat hebben we gehad, ik dacht in de 70 jaren, dat mannen opeens last kregen van borstvorming. Omdat ze heel veel vrouwelijke hormonen via koeienvlees naar binnen kregen. En toen dachten we, ja, dat is toch geen gezicht, dus dat doen we niet. Maar dus de laatste paar weken van het leven van zo'n koe mag het niet meer, maar daarvoor wel. Het nadeel daarvan is dat al die middelen via de urine en de ontlasting van die dieren in het milieu terechtkomen. Die komen in het grondwater, die komen in het oppervlaktewater, die gaan naar de waterzuiveringsinstallaties en ons water wordt grotendeels gezuiverd door middel van bacteriën. En die bacteriën die komen allemaal in aanraking met antibiotica. En die worden resistent tegen die antibiotica. En dat betekent dat wij deze bacteriën letterlijk niet meer kunnen bestrijden met antibiotica. Dat betekent dat op het moment dat wij een infectieziekte krijgen, kunnen wij die infectieziekte niet meer behandelen, zijn we afhankelijk van ons eigen immuunsysteem. Maar het vervelende is dat ons immuunsysteem de laatste 40, 50 jaar ernstig verzwakt is door een verzwakte kwaliteit van onze voeding. Dus het risico wat wij lopen is mega, is gigantisch. Er worden allerlei hormonen gebruikt in voedingsindustrieën. En er zijn op dit moment een aantal rivieren die daar waar ze uitmonden in zee, onder andere in Engeland en Amerika, daar zwemmen vissen waarvan biologen niet meer kunnen vaststellen of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Letterlijk. Dat is heel triest. Wij pasteuriseren onze voeding, wij gebruiken synthetische additieven, wij gebruiken verpakkingsmaterialen die eftalaten of naftalaten bevatten. En dan moet ik de dames onder u met name even waarschuwen, naftalaten die werken als pseudohormonen, met name pseudo-oestrogeen. Dat zijn naftalaten, dat zijn weekmakers in plastic. Als je normaal plastic hebt en je doet dit, dan zegt het knak en dan is het kapot, maar plastic moet week zijn. Plastic flessen, plastic folies, die moeten allemaal week zijn.
Daar worden dus weekmakers in gestopt, dat zijn efterlaten. En die efterlaten die laten los uit het verpakkingsmateriaal. Die komen dus in het water of in de voeding. Helemaal mooi is als je het met het verpakkingsmateriaal in de magnetron zet. Dan weet je, is zeker een garantie voor succes. Die naftalaten komen in de voeding. Die worden, genoten zeg maar, door ons. Onder andere ook de dames onder ons. En die naftalaten die werken in een vrouwenlichaam als pseudohormoon. Die hebben namelijk een soort stekkertje. Wat precies lijkt op het stekkertje van oestrogeen. En een oestrogeenhormoon hecht aan een cel door een stekkertje in een stopcontact. Als nu pseudo-oestrogeen, die naftalaten in het lichaam zetten, die hechten ook aan een cel. Alleen die verbinding is dermate stabiel dat die niet meer loslaat. Dus die cel, op het moment dat de cel behoefte heeft aan oestrogeen, kan geen oestrogeen meer opnemen, want het stopcontactje is bezet en dat laat niet meer los. Dus heel veel vrouwen kunnen hormonale klachten krijgen alleen al door dit soort producten. U kent vroeger dat Scooby-Doo, die touwtjes die je moest vlechten en dergelijke, die werden op enig moment uit de handel genomen, omdat kinderen blijkbaar, kwam men na enige tijd achter, spullen waarmee ze spelen ook in hun mond stoppen. En met name voor jonge meisjes was dat heel erg ongezond, want er zaten naftalaten in. We zijn ook ontzettend sterk in de afvalverwerking. Maar een gedeelte van ons afval, wat uit productiebedrijven komt, met name de vleesproducerende industrie, wordt weer hergebruikt in diezelfde industrie. Wij maken van onze beesten kannibalen. Het gevolg daarvan is dat een koe dus ook diervoeder krijgt met afvalproducten die gemalen zijn, dierlijke afvalproducten die gemalen zijn, gemalen of gemengd met hun voeding, waardoor wij bijvoorbeeld de gekke koeienziekte hebben gekregen. U kunt zich voorstellen dat als je een koe de keuze geeft tussen een grasveld of een biefstuk, dat je waarschijnlijk voor het grasveld zal kiezen. Alleen wij laten de koe niet die keuze, want wij zeggen nee, we hebben afvalproducten, die gooien niet weg. Die gaan weer hup de industrie in, want waarom zouden wij afval creëren als we net zo goed onze dieren daarmee kunnen voeden? Maar via die dieren komt dat afval tussen aanhalingstekens ook in ons voedsel terecht. Eens op de 3-4 jaar zie je ook dat allerlei chemische producten worden geconstateerd, met name in vlees. Want dan heeft de industrie weer een overschot en dan moet dat weer weg en dan gaat dat gewoon de diervoeding in en dan heeft daar niemand last van. Het voordeel van dat alles is dat we een heel nieuwe vocabulaire krijgen. We krijgen altijd nieuwe aandoeningen. We kennen nu ook weer het Smallenberg-virus. Dat kenden we 3 jaar geleden ook niet. Q-koorts kenden we 6 jaar geleden ook niet. Het zijn allemaal nieuwe begrippen, dus onze vocabulaire wordt steeds uitgebreid. En dat is op zich natuurlijk een mooie bekomstigheid. Een van de kenmerken of een van de oorzaken van huidige problemen is ook de afstand tussen de producent en de consument. Vroeger had je in een dorpje had je een bakker. En als die bakker een keer het 's avonds feest had gehad en 's nachts brandde het brood een beetje aan, dan had hij 's ochtends in zijn winkel heel ontevreden klanten staan. Maar die zeiden, Pieter, dit moet jij niet meer doen, want als het nog eens gebeurt, dan heb je een probleem. Tegenwoordig als je een probleem hebt met een product, weet je bij God niet waar je terecht moet, want je weet echt niet waar het vandaan komt. En het komt van all over the world, want alle ingrediënten die worden wel geïmporteerd en die worden samengevoegd tot 1 product. En uiteindelijk weet je echt niet meer bij wie je terecht moet als er iets aan de hand is met een bepaald product. Daarnaast moeten wij natuurlijk wel die producten blijven nuttigen, want de kwaliteit van die producten die moet zien de ogen omlaag om die kostprijs zo laag mogelijk te krijgen. We moeten er wel grof geld voor betalen, want die bedrijven moeten wel hun winst blijven maken. Dus wat gaat men doen? Men gaat ons leren te consumeren. Dus men gaat reclame maken. Nu horen wij vaker dat datgene wat in reclameuitingen wordt gesteld, ja, dat moet je niet geloven. Dan denk ik, dat is heel raar, want als ik met u communiceer en ik zeg bij voorbaat, alles wat ik vertel moet u niet geloven, dan is dat een heel rare manier van communiceren. Toch? Tegenwoordig zie je ook steeds meer reclames waar humor in wordt gebracht. Ja, want als er humor in zit, dan moeten wij lachen. En als wij moeten lachen, dan weten we dat het niet waar is, toch? Wij lachen ons een deuk om de reclame. Reclame is communiceren. Maar het is onechte communicatie. Als er in de reclame staat op een pak 100% puur sap, dan ga ik u kort even uitleggen wat er dan in het pak zit. Je moet zich voorstellen een pak sinaasappelsap. Wij kennen in Nederland geen boomgaarden met sinaasappels, dus wij moeten dat importeren. We doen dat onder andere uit Brazilië.
En als je een reclamefilmpje uit Brazilië ziet, dan zie je een of andere jonge vrouw of jonge man op een trapladder staan met een schaartje in de hand en die zoekt een sinaasappel uit en die denkt van dit is een hele mooie en tik! En dan zie je hem daarna doorgesneden en dan heb je de indruk van er gaat zo meteen iemand dat ding persen en dan krijgen wij het verse sapje morgen vroeg op tafel. Zo gaat dat dus niet. Dan gaat zo'n machine die boomgaard in en die pakt die stam en die doet zo en alles wat op de grond valt, dat wordt geraapt en dat gaat in een grote bak en dan via de grote bak gaat het naar een grote fabriek, komt dat in een nog grotere bak. En dan komen er gisten en schimmels in die bak. Want met gisten en schimmels gaat de schil van die sinaasappel gaat fermenteren. Oftewel, de cellulose om de cel gaat oplossen, dus die cel lost op. En vervolgens wordt dat spul, er komt in eerste instantie een stukje olie bovendrijven, dat schijnt heel kostbaar te zijn, dus dat wordt eraf gehaald. En de rest wordt weggespoeld. Althans, laten we zeggen, de gistresten, schimmelresten worden weggespoeld van de sinaasappel nu zonder schil. Alleen dat wegspoelen gaat niet altijd even zorgvuldig en even nauwkeurig. Vervolgens komen er nieuwe gisten en schimmels in die bak, want de vliesjes om de sinaasappel, dus zeg maar de partjes, die moeten ook oplossen, die moeten ook fermenteren. Als dat gebeurt, dan komt er weer water doorheen, want dat schimmel, die schimmelrestanten die moeten weer die bak uit. Het gaat nooit helemaal volledig. En vervolgens heb je allemaal die staartjes, die kikkervisjes zeg maar, uit die sinaasappel. En die worden geperst, daar gaat het sap uit en dat sap wordt gedroogd. En dan krijg je de pulp, die wordt verpakt en die komt in grote containerschepen de oceaan over, hier naartoe. En die wordt hier voorzien van water en synthetische vitamine C. En die gaat bij ons het pak in en op het pak staat 100% puur sap. Er zijn steeds meer mensen met een allergie voor citrusvruchten. En er is gebleken dat een belangrijk deel van deze allergieën het gevolg zijn van schimmelallergieën. Raar, hoe kan dat? Dat is 100% puur sap. En wat de fabrikant hiervan zegt, hij zegt wij doen niks verkeerd, want de overheid laat dit toe. Dit is wet, hè? Zo mag dat. Als er op een verpakking staat gemaakt met 100% puur rundvlees, moeten we ervan uitgaan dat het varkensvlees, kippenvlees en ik weet niet wat allemaal voor vlees is. En dat er ook een heel klein beetje varkensvlees in zit. En dat blokje was 100% puur rundvlees. Ik zei het verkeerd. Dat er rundvlees in zit. Want het is gemaakt met 100% puur rundvlees. Dat ene blokje namelijk was 100% puur rundvlees. Daar is het mee gemaakt. Samen met die andere. Maar je moet de indruk krijgen dat het gemaakt is van 100% puur rundvlees. Maar als dit op de verpakking staat, moet je echt ervan uitgaan dat er heel veel in zit wat niets te maken heeft met rundvlees. Wij verkopen pizza precies zoals in Italië. Daaruit moet je afleiden dat wij een Italiaanse pizza verkopen. Dat is niet zo. Ik heb twee documentaires gezien, twee Duitse documentaires, over een pizzafabriek waar pizza's van de lopende band komen. Dat is iets met een tarwebodem. Daar ligt iets op wat op kaas lijkt, maar dat heet analoog kaas. Dat is geen echte kaas. Dat is namaak van allerlei producten die, laten we zeggen, niet eens familie zijn van kaas. Daar ligt iets op wat op tomatenpuree lijkt, dat is het dan ook redelijk. Dan ligt daar iets op wat op salami lijkt, maar dat niet is. En er liggen reepjes ham op die geen ham zijn. En de kostprijs van deze pizza, let wel, is 12 eurocent. 12 eurocent per pizza. Nou, daar moet je toch eerlijk op zijn minst gezegd een vol gevoel van krijgen. Dus als je die pizza op hebt, heb je ook dat vol gevoel. Dan denk je, ik heb goed gegeten. Nee, je hebt gegeten, je maag is vol, maar je hebt niet goed gegeten. Want dit is nauwelijks voedzaam. Dat is heel vervelend. Een pizza van 12 cent is dus geen Italiaanse pizza. Maar wat zeggen zij hier? Dat zeggen ze ook niet. We zeggen niet, we verkopen Italiaanse pizza. Nee, wij verkopen pizza zoals in Italië. Dus we doen hem in een doos. Met drie kleuren erop en het woord pizza, want zo doen ze dat in Italië ook. Dus we verkopen hem zoals ze dat in Italië ook doen. Maar je moet de indruk krijgen dat je een Italiaanse pizza koopt, maar dat is niet zo. 40% onverzadigd vet. Een aantal van u weet dat onverzadigde vetten beter zijn dan verzadigde vetten. Dus als dit op de verpakking staat, dan denk je, nou, die fabrikant is goed bezig. Wij hebben in ons lichaam niets aan vet. Waar wij iets aan hebben, heet vetzuren. Als je nu een triglycerine hebt, moet ik even kort uitleggen. Dat is een soort letter E. Zo. Eén opstaande en drie platte strengen. Die drie platte strengen, dat zijn vetzuren. De opstaande streng doen we niks mee. Dus wat ons lichaam doet, is dat losknippen. Die ene streng is ballast, is afval. En die drie andere strengen, die vetzuren, die gebruiken wij in ons lichaam onder andere voor celbouw. Als je nu een onverzadigd vetzuur hebt, is dat een heel rechte streng. Als je heel veel van die rechte strengen hebt, die gaan allemaal stapelen en je krijgt een heel harde massa.
Zeg maar wat wij vroeger als frituurvet hadden, dat was verzadigd vet. Wat onze cellen willen, is een heel soepele celwand. Dus we willen graag onverzadigde vetzuren. Als nu een vet verzadigd is, heeft hij 3 verzadigde strengen. Als een vet onverzadigd is, heeft hij 1, 2 of 3 onverzadigde vetzuren. Dus een vet met 2 verzadigde en 1 onverzadigd vetzuurstreng is een onverzadigd vet. Nu kun je dus met percentages gaan spelen door niet het percentage onverzadigde vetzuren op je verpakking te zetten, maar het percentage onverzadigd vet. Maar daar weet je dus niks mee. Want dat kunnen er 3 of 2 of 1 onverzadigde zijn. Dus een biochemicus ging dit onderzoeken, is naar zijn laboratorium gegaan, heeft gekeken hoeveel procent onverzadigde vetzuren in dit product zaten en kwam uit op tussen 17% en 18%. En dat vond hij zo'n leuke test dat hij dat zijn studenten ook heeft laten doen. Dus die studenten hebben dat gedaan, die kwamen tot soortgelijke uitkomsten, die hebben daar een verslag van geschreven en die hebben dat verslag gepubliceerd. En in dat verslag stond de naam Becel. En toen dacht Becel, dit vinden wij niet leuk. Dus Becel heeft tegen deze biochemicus een rechtszaak aangespannen die meer dan 3 jaar heeft geduurd, die hem meer dan 80.000 euro heeft gekost en die hij uiteindelijk heeft gewonnen. En zijn standpunt is, dit doe ik nooit meer. Dat is precies wat Becel wil. Met een investering van 80.000 euro bij er vanaf. Nou, dat is een interessante investering. Als er staat, now without sugar, dan moet je helemaal voorzichtig gaan worden. Want er zit er dus iets in wat wel zoet is, maar geen suiker is. Suiker is natuurlijk al heel erg kwalijk. Dus ze hebben ons 100 jaar vergiftigd met suiker. En hebben nu hun grote reclamecampagne, now without sugar. Dus we doen het toch heel goed. En denk ik, van, nou, dan heb je het dus 100 jaar niet goed gedaan. Alleen datgene wat ze nu doen, is nog slechter. Want ondanks allerlei wetenschappelijke rapporten dat aspartaam onschuldig is en niet kwalijk is voor de menselijke gezondheid, vertel ik u dat aspartaam uit 3 delen bestaat die bij 27,5 graad uit elkaar kunnen vallen. En dan 3 componenten opleveren die alle 3 in meer of mindere mate toxisch zijn voor een menselijk lichaam. Dus aspartaam als zodanig is niet toxisch, maar op het moment dat het uit elkaar valt, zijn de componenten van aspartaam wel toxisch. En het valt uit elkaar bij een temperatuur boven de 27,5 graden. Nu zijn wij toevallig 37 graden, dus dat is meer dan 27,5. Dus aspartaam valt inderdaad in ons lichaam uit elkaar in die 3 componenten. Maar als zij zeggen aspartaam is niet giftig, dan hebben ze gelijk. Maar als ze vertellen wat er feitelijk gebeurt, dan zou niemand meer aspartaam willen hebben. Dus Now Without Sugar is niet een echt gezonde reclamekreet. De hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs, daar geloof ik er helemaal niks van. Want ik heb net aangegeven dat volgens mij juist andersom is. Je krijgt de laagste kwaliteit tegen de hoogste prijs. Dat is het uitgangspunt om heel veel winst te maken. En als iemand adverteert met biologische melk, hè, dan tegenwoordig heb je zo'n stukje in de winkel, hè, dat is biologisch, want er zijn mensen die zijn heel bewust en die willen ook bewust iets meer betalen. Dus die hebben een eigen hoekje, biologische melk. Dan denk ik, als dit biologische melk is, was dat dan? Heet toch ook melk of niet? Ik dacht dat melk van nature biologisch is, maar dat is dus niet zo. Want dit is biologische melk en dat is niet. Dit is de manier waarop met ons wordt gecommuniceerd. Wij moeten deze producten kopen en wij moeten geloven wat ons wordt voorgehouden. En daar waar het, laten we zeggen, op het randje is, maken ze er humor bij. En dan weten ze, ja, we vertellen dat wel, maar je moet niet alles geloven wat wij vertellen natuurlijk. Hè? Want het is wel reclame. Reclame moet je niet geloven. Er zijn andere uitingen die zij doen, mission statements. Hier staan 2 mission statements. Rechtsboven, we take pride in our 4 key values. Respect, integrity, communication and excellence. Dat was die van Enron. Een van de grootste, laten we zeggen, fraudegevallen ooit. Links staat, since our inception we've operated under the guidance of 6 core values. En met name, we value our employees. And we behave responsibly as a corporate citizen. Dat zijn 2 hele interessante. Dit was namelijk Xerox. En Xerox is een aantal keer in het nieuws gekomen omdat ze 1 keer 9000, nog een keer 9000 en 1 keer meer dan 7000 mensen moesten ontslaan. We value our employees, omdat het economisch iets wat tegen zat. En ze zijn een aantal keer in het nieuws geweest vanwege grote fraudegevallen, maar we behave responsibly as a corporate citizen. Toch? Dat waren niet de enige. Er waren er namelijk meer. Buiten Enron en Xerox waren er ook Ahold en Parmalat en Merrill Lynch en... Dit blad is veel en veel te klein. Dit zijn allemaal grote en grootschalige foutengevallen geweest. Want waarom zou je aan de wet houden?
We kennen toch het principe van deregulatie, we kennen het principe van vrije markteconomie. Met andere woorden, we kunnen doen en laten wat we willen. En als er dan een wet is die ons belemmert, ja, dan gaan we toch frauderen, dan hebben we er geen last van. Allemaal fraudegevallen. Tegenwoordig doen ze dat wat anders, want voordat ze in de publiciteit komen met het zoveelste fraudegeval, hebben ze de zaak afgekocht. Dit zijn een paar bedragen die daar in dat kader de laatste jaren zijn betaald om een fraudeaansprakelijkheid te voorkomen. Nou zeg, het zijn er toch in ieder geval een paar imposante bedragen. En het aardige hiervan is dat wij als consument dit allemaal bij elkaar geharkt hebben om hun in de gelegenheid te stellen om überhaupt deze schadebedragen te kunnen betalen. Google betaalde $500 miljoen schadevergoeding omdat zij aan de organisatie van Canadese tandartsen informatie hadden verkocht over potentiële cliënten. Dan denk ik van nou, ik denk niet dat Google zich beperkt tot Canada. Ik denk niet dat zij zich beperken tot organisaties van tandartsen. Maar als ze al bereid zijn alleen voor die kwestie $500 miljoen te betalen, dan verdienen ze aan al die andere kwesties een veelvoud van $500 miljoen. Want dit is even zo van, kopen we dit even af. Zo, dan gaan we verder. Maar hun winst is ons verlies. En zij kunnen alleen maar winst maken en dit soort bedragen betalen om hun winst in stand te houden als wij in staat zijn of bereid zijn om hun dat te betalen. Goed. Ik had het over het spel en de spelregels. Het spel kent natuurlijk ook een einde, want het spel is altijd eindig. En je moet ook begrijpen wanneer het spel is afgelopen. Dit is een publicatie uit 2006 van NISIS. En de gegevens hiervan die zijn nagenoeg identiek als de gegevens van het Centraal Planbureau. Dit is wat NISIS... 2000 was iets later. 2008 geloof ik. Even goed kijken, 2010. 2009 is dit uitgebracht. Dit was de financiële agenda van 2010 tot 2014. Waarbij overigens hun horizon veel ruimer lag. Die lag decennia vooruit. Wat hebben zij gesteld? Ik zal even het grafiekje iets duidelijker maken. Ze hebben gesteld dat dit het effect is van de kredietcrisis. Toen ging het economisch even achteruit. Dat was zeg maar onze economische crisis 2008-2009. En daarna was hun idee, daarna zou het weer aantrekken en zou het deze lijn volgen. Nou, als je dit grafiekje ziet, dan zeg je van nou, we hebben even een kleine tegenslag, maar dat is niet zo erg, want daarna gaat het weer woep omhoog. Dus, dit is goed. Als je nu dit grafiekje vertaalt, ziet het er anders uit. Als je nu gaat kijken wat de procentuele verandering is ten opzichte van het vorig jaar, dan krijg je dit grafiekje hierboven. En als je in dit grafiekje een trendlijn gaat zetten, dan ziet het er als volgt uit. Dan is dat toch op zijn minst gezegd een negatieve trend. Als je zegt dat de meest recente jaren zwaarder wegen dan de oudere jaren, dan krijg je een andere trend. Die ziet er zo uit. Maar als ik nu deze ontwikkeling van NISIS en ook van het Centraal Planbureau hierin projecteer, zeggen zij, we kennen een economische groei na de kredietcrisis van 1,7% per jaar. Dat ziet er zo uit. Dan is het gewoon de keuze aan een ieder om te bekijken wat het meest realistische scenario is. Met daarbij nog de opmerking dat als je al uitgaat van 1,75% jaarlijkse groei, dat je toch tenminste in een situatie moet zitten waarbij de inflatie lager is dan 1,75%, want anders ben je nog steeds aan het krimpen. En ik stel dat onze inflatie op dit moment sky high is. Ik heb percentages zelf genoemd tussen 7,5 en 15%. Ik begrijp dat dat een heel ruime marge is, maar dat is gewoon om duidelijk te maken dat er daadwerkelijk sprake is van een gierende inflatie. Alleen als je het Europees luistert, of je luistert naar het CBS, het Nederlandse Bureau voor de Statistiek, dan hoor je inflatiepercentages die in eerste instantie 0,6 aangaven. En vervolgens rond de 1. En op dit moment zitten ze op 2,5. Dus er is wel al een stijgende tendens. Maar wat zij inflatie noemen, is niet inflatie. Zij misbruiken het woord inflatie. Ze geven daar een andere betekenis aan. Ik heb toen straks aangegeven, inflatoire betekent toename. De toename van geld is in feite inflatie. Het directe gevolg daarvan is geldontwaarding. Dat wordt ook inflatie genoemd. Maar wat zij inflatie noemen, is de prijsstijging op de markt. En omdat de prijzen niet stijgen, omdat we in een recessie zitten en iedere producent en iedere leverancier op dit moment de prijs niet durft te laten stijgen als gevolg van inflatie, omdat hij daarmee
de concurrentiepositie ten opzichte van concurrenten, ondernemers, negatief beïnvloedt. Durft dus niemand de prijs te verhogen en zijn ze allemaal in aan het teren op hun eigen vermogen. En omdat die prijs nu niet verhoogd kan worden, of omdat men de prijs niet durft te verhogen, is dat prijspeil redelijk stabiel. En op grond daarvan zeggen onze overheden, kijk, we hebben het volledig in de hand, want de inflatie is heel beperkt. Niet. De inflatie is vele malen hoger dan 1,75%. En dat was wishful thinking. En het frappante is, het Centraal Planbureau had precies dezezelfde cijfers, 1,75% structurele groei vanaf 2010. Maar dit was het grafiekje wat ze in 2006 uitbrachten. Datzelfde Centraal Planbureau, waarbij ze zeiden dat er in eerste instantie vanuit 2006 tot 2010 een jaarlijkse groei zou zijn. Daarna zou er nog steeds een jaarlijkse groei, maar een afnemende groei zijn. En op enig moment zou dat omslaan in krimp. Terwijl als je nu dat andere grafiekje hierop legt, dan zeggen ze na de economische crisis hebben we een structurele jaarlijkse groei van 1,75%. Dat staat haaks op dit verhaal. En toen hadden we die economische crisis nog niet gehad. Dus het kon, laten we zeggen, niet beter uitzien dan dit. Goed, wat gaat dat allemaal voor ons betekenen? Het klinkt allemaal niet erg hoopvol, dus ik ga er heel snel doorheen. We krijgen meer faillissementen, we krijgen een hogere werkloosheid, we krijgen een groter aantal bijstandsuitkeringen. Dat is onvermijdelijk. We krijgen een afname van de consumptie, dus een afname van de productie. En dus uiteindelijk minder belastingopbrengsten, minder investeringen en een lager bruto binnenlands product. Ik heb er straks aangegeven, een lager bruto binnenlands product betekent dat onze overheid de staatsschuld moet afbouwen. Afbouwen van de staatsschuld betekent dat wij het geld, onze overheid, het geld moet besteden om dat te betalen aan banken. Dat kan niet meer worden geïnvesteerd in de economie. Dat betekent een verdere verlaging van het bruto binnenlands product. Als de belastingopbrengsten worden verhoogd, dan betekent dat dat ons besteedbaar inkomen verlaagt. Dat betekent een mindere ontwikkeling of een lagere ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Waardoor de staatsschuld nog verder moet worden afgebouwd. Dit is gewoon de spiraal waar we op dit moment in terecht zijn gekomen. Als gevolg van een exponentiële ontwikkeling die gewoon tot zijn tipping point is gekomen en niet meer verder kan ontwikkelen. Als je naar politici luistert, dan hoor je een paar uitspraken. Je hoort als de economie weer gaat aantrekken of als de economie weer gaat groeien, dan komt allemaal wel goed. Dat gaat uit van het idee dat we nog steeds in zo'n cyclische beweging zitten en we zitten ergens in een dal, maar het zal wel weer gaan aantrekken. En Angela Merkel is denk ik de enige politicus in Europa geweest die echt de waarheid heeft gesproken. Het werd daar niet in dank afgenomen. Maar zij stelde, het enige wat we hebben gedaan met het redden van de banken is het kopen van tijd. En dat is waar. En dat zijn ze nog steeds aan het doen met het redden van Griekenland. Wat overigens ook naar buiten toe als een belachelijk iets wordt gepresenteerd, want wij steunen, zegt men, Griekenland. Wij leveren steun, financiële steun aan Griekenland. Dat doen wij dus helemaal niet. Want wat wij doen, is wij zeggen tegen Griekenland, je kunt van ons geld lenen om het geld aan de banken af te lossen. En wij hebben dat geld niet, dus wij lenen dat van de bank. Dus het is gewoon een cirkeltje. Maar wat is het effect van dat cirkeltje? Een bank heeft een vordering op de balans staan, Griekse staatsobligatie, met een waarde, laten we zeggen, van 40% van datgene wat er feitelijk staat. Of anders aangeduid, als je luistert naar die ratingbureaus, met een C of een D-waardering. D is default, met andere woorden, dit is gewoon einde dienst. En wat wij doen, wij zeggen tegen Griekenland, wij lenen het geld nu van de bank, dat is AAA. We lenen dat aan Griekenland en Griekenland lost de bank af. Dus wat gebeurt er bij de bank? De bank had een vordering met een D-status en krijgt nu een vordering met een AAA-status. Dus we zijn de bancaire sector aan het helpen. En daarom hebben wij nu ook het recht om van de bancaire sector te eisen dat zij meewerken aan het omlaag brengen van de Griekse staatsschuld. Maar we zijn helemaal niet Griekenland aan het helpen. Primair, we zijn primair de bancaire sector aan het helpen. Alleen dat was niet meer verkoopbaar, want dat hadden we in 2008 ook gedaan. En die bancaire sector die lachte zich een deuk, want nadat wij ze hadden geholpen met 2000 miljard euro en in Amerika met ongeveer 2000 miljard dollar, zeiden ze zo, en nu gaan wij voor bonussen betalen. Yes! En toen dachten wij van, that's not done. En zij zeiden, fuck you. En toen gebeurde het toch. En als nu onze politici weer aan ons moeten verkopen dat ze de bancaire sector gaan steunen, dan gaat dat niet meer lukken. Dus nu heet het Griekenland. Goed. Het begrotingstekort en de staatsschuld nemen toe. De subsidies nemen af. Criminaliteit neemt toe. Demonstraties en opstanden nemen toe. Dit is een, laten we zeggen, een doemscenario van je welste. Maar dat is nog niet het ernstigste. Het kan nog erger. Maar dat
zou ik jullie niet mee lastigvallen. Want wat ik wel wil doen, is wel heel duidelijk maken dat er ook een kentering is aan het komen. Er worden steeds meer mensen zich bewust van het feit dat er iets aan de hand is. Heel veel mensen begrijpen niet wat er aan de hand is, maar heel veel mensen begrijpen wel dat er iets aan de hand is. Er is iets aan de hand. Mensen worden bewust, mensen worden kritischer. Er zijn steeds meer mensen die bijvoorbeeld niet gaan stemmen op het moment dat ze op een politieke partij kunnen stemmen. Dat is allemaal, noem het maar, onvrede. Dat is misschien onzekerheid. Dat is misschien, noem het maar hoe je wil, maar er is iets aan de hand in onze maatschappij. Informatie wordt veel sneller uitgewisseld. Mensen worden kritischer, maar worden ook beter geïnformeerd, zoeken informatie. En je ziet dat er een bepaald bewustzijnsontwikkeling is gestart. Mensen worden zich steeds meer bewust van het feit dat er iets aan de hand is en gaan steeds meer informatie zoeken om te begrijpen wat dat dan is. En hoe meer mensen bewust worden van het feit dat er iets aan de hand is en hoe meer mensen begrijpen wat er aan de hand is, des te groter wordt de basis om uiteindelijk iets te gaan veranderen. En ik praat echt niet over de derde of de vierde wereldoorlog, daar heb ik het helemaal niet over. Maar er moet wel iets veranderen, want als je teruggaat naar het schema van Bernard Littaar, overigens even voor alle duidelijkheid om dat toe te lichten, crisis is op zich een positief woord, want als je dat etymologisch gaat bekijken, betekent dat keerpunt. Als je terug gaat kijken naar het schema van Bernard Littaar, dan mogen wij kiezen tussen zorgzame samenlevingen en hel op aarde. Ik zou voor dat eerste kiezen. Maar goed, even crisis als keerpunt. Er zijn heel veel mensen, ook kinderen, die zich bewust worden van het feit, het kan niet verder op deze manier. Dus onze kinderen zeggen, stop spending my money. I haven't even earned it yet. En dat is heel terecht. Alleen er is een tegenmacht die zegt, I think not. En dat is zeg maar de gevestigde orde. En ik sta hier echt niet tegen de schenen van de gevestigde orde te schoppen, want er zijn ook heel veel mensen die heel integer zijn en die de beste bedoelingen hebben, maar er zijn er ook die dat niet hebben. En er zijn ook mensen die dit gewoon bewust willen vasthouden en er zijn ook de mensen die deze planeet in de vernieling helpen. En ik heb het alleen over die categorie. Want we kennen dat, die mooie uitspraak, people, planet, profit, nog los van de vraag of dit de goede volgorde is, ik denk het niet. Maar je kunt hier ook een heel andere zin van maken. Dit is namelijk het spel wat door sommige mensen wordt gespeeld. En dat heet, it's a game often played by people who plunder our planet for personal profit. En dit is wat heel veel partijen doen. Als je in Zuid-Amerika gaat kijken hoe het oerwoud daar wordt neergehaald om daar maïsvelden en dergelijke van te maken. Die ook worden gesponsord door Monsanto en dat soort bedrijven. Dan denk ik van nou, het is allemaal wel uitermate tricky wat er gebeurt. Als je ziet wat er gebeurt met de vervuiling van onze oceanen of met grond, lucht of waterverontreiniging. Als je ziet wat er klimatologisch aan de hand is. Als je gewoon ziet wat er maatschappelijk, economisch, financieel en monetair aan de hand is. Dan wil ik niet zeggen dat je meteen de oorzaak kunt leggen bij één of twee personen of bij een klein groepje mensen. Dat pretendeer ik helemaal niet, maar er zijn mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar ik denk dat wij met name ook verantwoordelijk zijn om ons bewust te zijn van het feit dat dit niet goed gaat, dat we een doodlopende weg zijn ingeslagen en dat we met z'n allen een verantwoordelijkheid dragen om van die weg af te komen. Dus, teruggaand naar Bernard Littaar, zeg ik, dit zou misschien, als je het niet als scenario ziet, maar als fase, de uitkomst gaan worden hel op aarde. Maar ik wil toch iets positiever eindigen. Ik heb al een aantal keren woorden proberen te verduidelijken op basis van etymologie, dus op basis van afkomst van woorden. Als je naar het woord hel gaat kijken, dan kom je heel snel terecht in de Noorse mythologie. En hel betekent daar verdoemenis, ondergrond, zwart, duister. Maar dat is op zich een heel rare relatie die gelegd wordt, want wij kennen ook het Griekse woord hellas of hella. We kennen dat nog steeds in het Duitse woord hel. Het is hel, het is helder. Dus misschien stamt ons woord hel helemaal niet af van het Noors, maar meer van het Grieks. En dan wordt het helder op aarde in plaats van hel op aarde. En het woord aarde is ook iets heel raars mee. Als je gaat kijken naar onze wereldbol, die bestaat voor ongeveer 70% uit water en 30% uit aarde, dan is het heel raar om die planeet aarde te noemen. Toch? En misschien is dat ook een onjuistheid. We kennen een heleboel woorden die vroeger begonnen met een H, een zogenoemd stomme H. In het Frans kennen we het woord hotel en allerlei andere woorden die met een H beginnen, maar die niet worden uitgesproken. In het Nederlands kennen we dat ook, in het Duits ook, in het Engels ook. Het Engelse woord hour schrijf je ook hour. Zo zijn er een heleboel woorden die beginnen met een stomme H. En misschien begon aarde ook met een stomme H en stond er eigenlijk haarde. En haarde is geborgenheid, haarde is warmte, haarde is een moederbuik. Een, datgene waar je als baby in groeit. Het Engelse woord
earth kun je ook een H voorzetten. Dan krijg je hearth met precies dezelfde betekenis als haarde. Dus misschien wordt het niet hel op aarde, maar helder op haarde. En dat is iets wat ik jullie wel wil meegeven, want de boodschap is op zich natuurlijk niet prettig en niet positief. En ik begrijp dat een aantal mensen dat straks naar huis gaan en denken van ja, was ik maar thuis gebleven. Maar de bedoeling is dat jullie bewust worden. Jullie mogen ook boos worden, maar doe er alsjeblieft iets aan. Laat dit niet gebeuren. Blijf niet apathisch toekijken en wachten tot het gebeurt, maar begin bij jezelf. Begin hierover na te denken. Begin met bewustwording. Ik probeer jullie bewust te maken, jullie moeten bewust worden. En deze zin uit het lied van John Mayer doet mij wel deugd. I don't care if we don't sleep at all tonight. Let's just fix this whole thing now. We gaan niet wachten tot morgen, we gaan het dus nu doen. En ik wil graag afsluiten met de gevleugelde woorden van Shakespeare. Doubt that the stars are fire. Doubt that the sun doth move. Doubt truth to be a liar. But never doubt thy love. Met andere woorden, je mag aan alles en iedereen twijfelen. Maar twijfel niet aan mijn liefde. Ik doe dit uit overtuiging. Ik doe dit uit passie. Ik doe dit gratis. Ik doe dit al 67 keer. Ik heb 2 keer een vergoeding daarvoor gekregen van een beroepsorganisatie van accountants. Dat mag dan ook wel. Al die andere keren doe ik dit gratis uit overtuiging voor jullie. Maar ook op basis van mijn passie. Neem daar alsjeblieft iets van mee. Ga erover nadenken. Doe er wat mee.